denk ik. Na afloop kwam je naar hem toe. Oeps. We zijn live, mensen. Van harte welkom aan de kijkers thuis die kijken naar Salto 1. We zijn hier live vanuit Pakhuis de Zwijger op een avond van Follow the Money. Ik ben Frederik de Jong en we gaan het hebben over pandemieprofiteurs. Mensen die hebben geprofiteerd van de pandemie. Dat doen we naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, Siewert's Miljoenen. Dat is vandaag uitgekomen. De schrijvers zitten hier bij mij aan tafel. Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. Van harte welkom. Dankjewel. En ik heb nog twee gasten. Peter van Leusden, oud-field rechercheur en nu werkzaam bij Partners in Partner in Compliance. Goed. Dat is een bedrijf waar je sinds kort voor werkt. Klopt. Maar je bent jarenlang field rechercheur geweest en je hebt hele grote zaken gedaan. Zoals het smeergeld bij Ballast Nedam en witwassen bij banken. Het voorkomen daarvan dan, of het opsporen. Elisabetta Manunza, van harte welkom. Hoogleraar aanbestedingsrecht. En aanbesteden is eigenlijk een ander woord voor inkopen. Dus hoe koopt de overheid in dit geval? Ik zie je nu al twijfelen, zeg ik. Ja, dat zijn geen synoniemen van elkaar. Hoe zou jij... Inkopen kan je ook doen zonder een aanbestedingsprocedure. Natuurlijk. Je kan inkopen ook door een subsidie te verstrekken. Je kan andere instrumenten gebruiken. Met aanbesteden normaliter bedoelen we een gereguleerde procedure. Die dus aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ja. En we gaan er hopelijk over hebben. Zeker, zeker. We hebben een uur de tijd. Voor de rechtsstaat. Ja. En de reden dat jullie hier zijn uitgenodigd is juist omdat we het hebben over de grote mondkapjesdeal die niet werd aanbesteed. Straks meer erover, maar eerst even naar de auteurs. Ik wil eigenlijk bij het eind beginnen. Waar zijn de drie mannen over wie dit boek gaat eigenlijk nu? Hoe is het met ze? Wat zijn ze aan het doen? Siewert van Linde en Bernd Damme die zitten samen op kantoor. En die bestieren een website, hulptroepen.nu. Die is gewoon nog live. En ze doen net alsof ze nog in business zijn, volgens mij. Ze zijn nog wel in business, voor zover ik weet. Je kunt er nog mondkapjes bestellen. Ik weet niet of ze op dit moment veel mondkapjes verkopen, maar ja. Nou ja, ze hebben een hoop publiciteit, dus En dus die zitten met ja, die werken nog, althans, die werken op een kantoor in Hilversum. En nogmaals, het bestaat nog. En de derde? En die is vorig jaar zomer eigenlijk uit het team gestapt, zou je kunnen zeggen. En die heeft ook gezegd van ja, ik heb gewoon genoeg geld verdiend aan die mondkapjesdeal. Ik ga dat, daarvan ga ik goed leven. Ik ga dat ook steken in allemaal duurzame projecten. Het is niet helemaal duidelijk wat daar dan verder van terecht moet komen. Maar ja, die is eruit gestapt en die heeft niet een nieuwe baan of iets dergelijks. En er lopen een paar zaken tegen de heren. Nou, het is in ieder geval een strafrechtelijk onderzoek, waar we natuurlijk nog wel over te komen te spreken. Er loopt een onderzoek van Deloitte Accountantskantoor naar de deal met tussen VWS en de heren. Daar hoeven ze in principe niet aan mee te werken. Maar ik begrijp wel vanuit de informatie in de Kamers verstrekt dat ze dat wel doen. Dat zeggen ze zelf ook. Dat ze er heel netjes aan meewerken. Want dat gaat hun namelijk vrijpleiten, zeggen zij. Wat er aan civiele procedures mogelijk nog is, dat zal dan nog moeten blijken. Hè, wat er, nou, er is het een en ander in voorbereiding, ja. Horen wij. Maar wat daar dan precies van gaat gebeuren, dat is natuurlijk, zolang daar niet daadwerkelijk iemand een claim indient of een zaak start, of totdat het zover is, dan weet je niet wat er gaat spelen. Maar er zijn allerlei partijen die zich hier misleid voelen en daar eigenlijk ook nog wel iets wat het gevoel hebben van we moeten daar iets aan doen. Ja, en misschien één ding, en dat moet mevrouw Manunza straks zeker toelichten. Maar er speelt natuurlijk ook rondom dat mededingingsrecht nog wel wat. Want zoals we net constateerden, zijn die mondkapjes, de aankoop van die mondkapjes is niet aanbesteed. En er zijn natuurlijk allerlei partijen die zich benadeeld voelen daardoor. Want ja, die hadden ook mondkapjes voor een betere prijs. En die zijn allemaal genegeerd, de deur gewezen, et cetera. Dus die vragen zich af van waarom hij wel en wij niet. Nou, en dan komen we op het terrein van het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht. Maar dat is dan voor later. Ja, dat is voor later. Want eerst wil ik graag weten, Stefan, jij vertelde mij dat jij eigenlijk eerst helemaal niet overtuigd was van het feit dat je hier een boek over zou moeten schrijven. Waarom niet? Dacht je dat je alles al wist? Nou, je schrijft het boek voor de lezer natuurlijk. En ik had wel het idee, we hadden natuurlijk bij Follow the Money een paar verhalen gemaakt over deze mondkapjesdeal die veel aandacht hadden getrokken uiteraard. Het was een grote affaire op dat moment al. Zomer vorig jaar hebben we het dan over.
Toen kwam Jan Heijn op een gegeven moment, die belde mij, volgens mij een maandagochtend of zo. Had hij met een bron, zoals we dat zo mooi noemen, gesproken. En die naam kunnen we niet noemen. Hij belde me op en zei, ja, hier zit een boek in. En ik zei van, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik was wel lekker bezig bij Follow the Money met een beetje nieuwsverhalen maken en zo. Ik dacht, ja, zo'n boek kost maanden werk, weet ik uit eerdere ervaringen. En ik dacht, ja, dan, je moet niet maanden steken in iets waar dan de uitkomst is dat alles al bekend is. Maar ja, als je ook ziet wat er gisteren natuurlijk allemaal weer aan het nieuws kwam. Deze tegel, daar komen toch steeds meer pissebedden uit onder vandaan wandelen. Dus dat, het is nu nog niet eens klaar. Dus we kunnen waarschijnlijk nog een paar hoofdstukken erbij tikken over een paar maanden. Ja, het tipje van de sluier werd opgelicht van wat er zich achter de schermen bij die stichting heeft afgespeeld. En dat sluier. Wat was die bron die je bedoelde? Ja, dat ging een stukje omhoog en we keken eventjes daarachter en toen zagen we zo... Nou, dat was echt iets wat nog niet bekend was. We wisten natuurlijk, deze drie jongens die hebben een hele grote deal met de overheid gesloten. En daar zijn dingen gebeurd die natuurlijk vraagtekens oproepen. Zijn heel rijk van geworden, hadden wij natuurlijk ook al boven water gekregen. Namelijk 9 miljoen, 5 en 5 miljoen. Hè? Ja, samen in totaal hebben ze 28 miljoen euro ruim aan die deal overgehouden. Ja, daar is belasting vanaf gegaan, dus ruim 20 miljoen staken ze daarna in eigen zak. Zonder dat de overheid dat natuurlijk wist. Maar daar hadden natuurlijk allemaal heel veel jonge mensen hadden zich daar aan bij die club, die Stichting Hulptroepen, gemeld. Uit een soort idealistisch motief van wij gaan helpen. Hè. Nederland heeft die mondkapjes nodig. Wij helpen mee met de alliantie, de geallieerden, daar horen wij bij. Ja, die waren natuurlijk opgelicht. Hoe zeg je dat? daar komen ze over op, of dat juridisch misleid, ook zo is. Laten we het misleid noemen. Maar daar was natuurlijk achter de schermen was dat een enorm club jonge mensen die heel intensief daar met elkaar had samengeleefd. En daar heeft ook, dat staat ook in ons boek, dat die jongens hebben met dat geld, dat ze hebben ook wat feestjes georganiseerd en dergelijke. Nou, daar kregen we wat details over te horen. En toen dachten we van ja, dit is toch een soort... Ja, bijzonder verhaal waar ook champagne, ontbijtjes en samba-danseressen aan te pas zijn gekomen. Even over, als we dit ooit later kijken, jij hebt het nu over pissebedden die tevoorschijn komen. Gisteren was er groot nieuws, dat moeten we dan ook even benoemen, namelijk de bemoeienis van minister De Jonge, Hugo De Jonge. Klopt, ja. Dat was echt een schakel die wij in de reconstructie nog misten, eigenlijk. We wisten dat een reeks tweets van Siewert... en Siewert als een kritiekaster van het kabinetsbeleid eigenlijk vanaf het begin. Dat vond het kabinet vervelend. Hè. Het kabinet was heel erg bezig met de beeldvorming in de tijd van die eerste coronamaanden. We wisten dat de politiek assistent van Hugo De Jonge Siewert had binnengehaald in Den Haag. Maar wat we niet wisten, was of Hugo De Jonge daar ook actief... op had aangedrongen. Normaal gesproken zou je kunnen zeggen, zo'n politiek assistent die handelt niet op eigen houtje. Dus het vermoeden hadden we wel, maar het bewijs ontbrak. Dat was ook dus... Hugo De Jonge, dus die zich moest verdedigen in de Kamer voor dat tekort aan mondkapjes. Ja. Hij was degene die de debatten moest doen, dus hij liep ook het politiek risico. Op zijn imago straalde het allemaal af. Dus hij voelde zich ook kennelijk ook aangesproken om zijn politiek adviseur aan het werk te zetten, om die Siewert uiteindelijk binnen te halen. En dat was dus naar aanleiding van wat we hier op het scherm zien, van deze tweet. Dus we hadden wel de hypothese dat hij dit misschien wel gedaan zou kunnen hebben. Maar ja, je moet ook het bewijs hebben. Ja, de Volkskrant, onze collega's, daar hebben dat heel slim via een WOP bij het ministerie van Financiën boven water gekregen. Dus dat een mooie aanvulling eigenlijk. Ja, dit is even de onderlinge concurrentie tussen journalisten. Hè? Dat is ook wel eens leuk om daar iets over van mee te krijgen. Maar even nog over jullie werkwijze. Dus jij had Stefan overtuigd. En hoe, met wie zijn jullie allemaal gaan praten? Nou, met, in ieder geval met een hoop mensen die dus iets mee hebben gekregen. Of die daar achter de schermen hebben meegekregen. Gekeken die daar gewerkt hebben. En, was dat makkelijk om mensen te benaderen? En... Nou, er waren natuurlijk een hoop mensen voelden zich natuurlijk belazerd. Hè? Laten we het gewoon zo noemen. En ik moet zeggen, het was echt wel verrast door de bad vibes die er rondom dit onderwerp speelden bij heel veel mensen. En dat komt omdat ze zich echt met wat jij net heel mooi vertelde, hè? Met ziel en zaligheid hebben ingezet voor die stichting. En echt het gevoel hebben, we hebben iets goeds gedaan voor de samenleving waar enorm behoefte aan was. Fantastische tijd met elkaar gehad, ons belangeloos ingezet of tegen heel klein beetje geld. En dan hebben die gasten daar gewoon keihard van geprofiteerd. Nou, dat zat ze natuurlijk enorm dwars. Dus ze wilden op zich wel praten. Aan de andere kant, ja, toen wij daarover publiceerden en ze natuurlijk ook achterkwamen dat wij verder gingen met de reconstructie, heeft met name Siewert van Linde toch wel behoorlijk die lui onder druk gezet om niet met ons te praten. Een aantal mensen, die mensen hadden een non-disclosure agreement getekend, een geheimhoudingsovereenkomst. Dus daar werden ze al fijntjes aan herinnerd, hè, van denk eraan, hè, want anders volgen er stappen. Dus hebben ze ook allemaal op anoniem met jullie gesproken?
Nou, dat was dan het gevolg. Dat die mensen natuurlijk niet met hun namen in een boek willen. En daar heb ik ook wel begrip voor. En ik vind op zo'n moment vind ik het journalistiek dan ook wel verantwoord. Als wij weten wie het is en we dubbelchecken al die dingen bij anderen. En dan kun je op een gegeven moment die informatie ook op deze manier gebruiken. Dat doen we natuurlijk liever niet als journalisten. Nee. We doen liever gewoon met naam en toenaam. En het heeft ook wel een aantal belangrijke bronnen. Hè, dat hij dus, Siewert van Lienen, een aantal oud-vrijwilligers en medewerkers juist onder druk ging zetten om niet met ons te praten. Haalde juist ook een aantal bronnen over de streep om dat wel te doen. Hè, want dat waren dus mensen, dus zoals Jan Heijn zegt, die voelden zich belazerd. Die hadden ook, sommigen hadden helemaal geen zin om daar weer aan herinnerd te worden. Hè. Dan moet je dan met een paar journalisten ergens in een of andere hotellobby gaan zitten met een kop koffie en dat hele verhaal nog een keer oplepelen. Ja, sommigen hadden er helemaal geen zin in. Maar ja, toen ze toch weer ermee geconfronteerd werden, omdat ze mailtjes kregen, omdat ze gebeld werden door de jongens. Ja, dat ze dachten, ja, oké, nu zit ik er toch weer middenin. Laat ik dan ook maar die stap zetten. Onder die voorwaarden van, oké, het moet anoniem, want ik heb een verklaring getekend. En daar kan ik dan gezeik mee krijgen. Ja, hebben we daar toch wel een aantal interessante en belangrijke bronnen toch nog binnengekregen daarna. Ja, dus in die zin heeft Siewert misschien nog toch een beetje geholpen. Ik heb vandaag een podcast teruggeluisterd, een gesprek met jullie in juni vorig jaar. En daarin zeiden jullie al, eigenlijk is de grootste vraag, en kennelijk daarna werd dat de vraag van het boek, waarom is het ministerie met hen in zee gegaan? Ja. En hebben jullie daar antwoord op gekregen? Ja, nou, ik vind dat antwoord hebben we echt gewoon heel duidelijk in het boek gezegd, uitgelegd. Uiteindelijk gaat het om, uiteindelijk ging het niet om het oplossen van schaarste. Dat was niet de reden waarom bij Siewert van Lienen al die en zijn partners al die kapjes zijn ingekocht. De belangrijkste reden was dat Hugo de Jonge een politiek risico liep en dat hij tot zwijgen moest worden gebracht. En dat mocht dus kennelijk wat kosten. En Stefan noemde het ook al, hè, dus dat die publieke opinie in die periode zo'n ontzettend grote rol speelde en die beeldvorming zo belangrijk was, zeker voor iemand als Hugo de Jonge. Maakte dat VWS ook blind was voor de manier waarop dat gegaan is. Dat ze zich natuurlijk gepresenteerd als een stichting, maar uiteindelijk met hele dikke marges opereerde. Dat ze gewoon een stel amateurs waren, ook nog eens een keertje natuurlijk. Dat blijkt ook uit de manier hoe ze zich die voorstellen die ze maakten. Ze berekenden bijvoorbeeld 2 keer BTW in een prijsstelling. Nou, dat vind ik dan niet echt professioneel. Maar dat viel dus niet op bij die... Nou ja, ik neem aan dat een paar juristen daar wel achter hun oren hebben gekrapt van wat is hier aan de hand. En er speelde nog wat anders. De inkooporganisatie voor de overheid, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, het LCH... heeft telken malen gezegd toen die deal werd beklonken, doe het niet. Ja, precies. Doe het niet. Dat beschrijven jullie ook weer uitgebreid in het boek. Er waren echt mensen die zeiden, we hebben genoeg. De oordoppen gingen in. Ja, en daarmee zei deze deal dus ook niet... Die zei ook heel veel over de manier waarop het ministerie van Volksgezondheid eigenlijk opereerde in die crisis. Daar was natuurlijk een aantal klein clubje topambtenaren rond die ministers die eigenlijk de besluiten namen. Het was niet alleen dat het niet werd aanbesteed, maar daar werden voor 2 miljard euro zijn eigenlijk grotendeels mondelingen opdrachten gegeven voor echt miljoenen deals. Dat was niet te controleren door de Tweede Kamer. Voor een deel kun je natuurlijk in het allerdiepste dieptepunt van de crisis, van het tekort aan mondkapjes, ja, dan kun je nog wel zeggen van ik begrijp wel dat niet wordt aanbesteed, want je kan niet wekenlang gaan wachten voordat die mondkapjes er komen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt trouwens, maar dat gaan we zeggen. Maar dit was natuurlijk een soort panieksituatie waarin een heel klein clubje mensen met zeer politieke motieven alle besluiten nam, zonder dat daar enige vorm van controle op mogelijk was. Ja, en ik denk dat we daarmee, en dat hebben we ook echt geprobeerd om uit te zoeken van hoe werkte dat nou binnen in Den Haag aan het Binnenhof? Hoe werkte dat in dat LCH, dat inkoopcentrum? En wat zegt deze deal daarmee over hoe Nederland door die crisis is geleid? En in dat gesprek van vorig jaar zei jij van ja, ik ben heel benieuwd naar de mailwisseling tussen dat LHC, dat centrum, en het ministerie. Heb je die te pakken gekregen? Nou, niet de mail zelf, maar wel wat erin gezegd werd. Dus grosso modo wat erin gezegd werd. Dat is naverteld dat door is mensen. Dat is ons gewoon verteld door de betrokkenen. We hebben niet daadwerkelijk de e-mail zelf. Want toen zei hij namelijk, ik vroeg toen, van je weet toch al wat er is gebeurd. En toen zei hij, nee, ik wil precies weten hoe daar dan over hen gesproken werd. Ja, ja, nou ja, natuurlijk, je krijgt op een gegeven moment in zo'n onderzoek, je wilt de onderste steen boven. Dus dat soort echt tastbare bewijzen, hoe dingen zijn verlopen, e-mails, documenten, projectvoorstellen. Dat zijn de zaken die waar je heel graag de hand op wil leggen. Daar zijn we best een eind gekomen. Dit element dus niet, maar wel een grosso modo wat daar dus in stond. En dat het verzet dus heel hardnekkig was tot 4 maal toe, als ik me goed herinner. Hè, dat er gezegd werd van tegen de verantwoordelijke topambtenaar, doe het nou niet. We hebben echt genoeg.
Ja, dat had dus geen effect. En dat is toch wel heel zorgwekkend. Ja, dit is dus één belangrijk ding dat uit het boek naar voren komt. En ook het feit dat de mannen zeiden natuurlijk van ja, ze deden een beetje alsof ze per ongeluk miljonair waren geworden. Maar jullie hebben gevonden dat zij al veel eerder dan toen ze met de overheid in gesprek gingen een BV hadden opgericht. En die richt je alleen maar op als je iets commercieels gaat doen. Ja, de kern van het hele verhaal is dat zij natuurlijk de pretentie hadden van wij hebben die stichting hulptroepen. Die overheidsdeal dus gesloten, hè, dat heet de hulptroepenalliantie. De deal wordt uitgevoerd via een BV, die heet de Relief Goods Alliance. Dat leek een soort Engelse vertaling en niets meer, niets minder. Maar het was natuurlijk een BV die los stond van die hele stichting. Waarmee ze dus, waar die drie jongens zelf aandeelhouder van zijn. Waardoor ze dus die winst ook gewoon aan zichzelf konden uitkeren als dividend. Het verhaal daarmee was tot nu toe, eigenlijk tot gisteren, tot wij dat naar buiten brachten en het boek publiceerden. Dat zij, Siewert heeft altijd aanvankelijk zeiden van ja, die BV die hebben we opgericht. Dat was een verzoek van het ministerie. Later heeft hij in een statement gezegd, en dat was tot gisteren, tot nu zijn officiële verklaring. Dat is in samenspraak met het ministerie gebeurd. Ja, wij hebben nu de bewijzen gevonden dat zij dus al een paar dagen voordat ze met het ministerie in gesprek gingen, de notaris opdracht gaven om die BV op te richten. En de dag voordat ze voor het eerst met het ministerie aan tafel gingen, nog eens even een mailtje stuurden aan die notaris van joh, schiet even op met die BV, want hij moet wel snel klaar zijn. Daarmee is, en terwijl ze dus een dag later zich melden bij het ministerie als wij zijn een stichting. Oogt erg misleidend. En waar vind je nou zoiets? Zo'n e-mail aan zo'n notaris. Ja, bijvoorbeeld. En die hangt dan aan een tasje opeens aan je hek, hè? En dan denk je, hé, wat leuk, wat interessant. En wat, even de sportvraag, wat gaat er dan door je heen als je zo'n tasje aan je hek vindt? Blijdschap ook wel. Opwinding. Nou ja, dat is wel. We hebben meerdere momenten gehad natuurlijk dat we echt leuke dingen vonden. Dat we dachten, oké, nu hebben we. Het is puzzelen natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel een doorbraak in je onderzoek. Dat je ziet, tastbaar bewijs, dat wat de intenties echt waren. En dat vermoeden hadden we natuurlijk al. Maar het tastbare bewijs in handen hebben is natuurlijk altijd als journalist. Ja, heel erg, dat is fijn. Dan kun je, en tegen die tijd was jij ook overtuigd van, ik heb er goed aan gedaan om dit boek te schrijven. Nee, Siewert kan overtuigend praten, maar Jan Heijstrop ook. Dus ik was vrij snel wel. Oké, en dan gaan we nu naar de vraag. En dan kom ik bij jou, Peter. Het publiek heeft al geoordeeld. Hè? Er zijn genoeg mensen die hebben gezegd dat die oplichters en dit en dat. En die is ook zelfs een account op Twitter dat alleen maar vraagt, heeft Siewert zijn miljoenen al teruggestort? En iedere dag is het antwoord nee. Dat is een beetje het gevoel in de maatschappij. Maar nou die juridische vraag. Is hier sprake van oplichting? Nou ja, dat zal tenslotte de rechter moeten zeggen. Hè. Laat dat helder zijn. Ik ben trouwens geen jurist, maar een opsporer. Hè. Dus ik zou ook heel blij zijn met zo'n tasje aan het hek. Dat is het verschil tussen de journalistiek, denk ik, en de opsporing. Wij moesten het toch op een andere manier doen. Ja, is er hier sprake van oplichting? Dan moet je dus kijken. Bij oplichting is er sprake van dat je iemand probeert te bewegen tot afgifte van ene goed met gebruikmaking van listige kunstgrepen. En al die woorden, die bestanddelen van dat delict moet je dus bewijzen. En het verhaal is allemaal prachtig en mooi natuurlijk, maar je moet tenslotte bij die rechter komen en elk deel van dat delictsomschrijving moet je bewezen hebben. Nou, listige kunstgrepen, daar staat het boek helemaal vol van, denk ik. Moet je wel goed kijken natuurlijk op welke plaats en wanneer wisten ze wie wat. Hè? Dus je moet het ook wel goed neerzetten. Maar afgifte tot enig goed, wat is dan afgegeven? En eigenlijk pas bij die aangifte door Randstad is er iemand die zegt, ik ben benadeeld. En als er niemand benadeeld is, dan heb je ook... Wat betekent afgifte van enig goed? Ja, benadeeld, betalen eigenlijk. Dat je iets gedaan hebt waarvoor je geld zou kunnen krijgen, dat hebben ze niet gevraagd. Dus in een normale situatie zou Randstad zeggen, ja, ik wil best werken voor jullie, maar dat kost geld. En nu zeggen ze, nee, dat doen we om niet. Oké, dus omdat die partners niet om geld hebben gevraagd, zou het kunnen zijn dat het geen oplichting is? Nee, juist. Het is juist wel oplichting op het moment dat die mensen misleid zijn, in de woorden van Stefan, opgelicht zijn op het moment dat ze dus inderdaad met listige kunstgrepen gedacht hebben, wij doen iets goeds, terwijl dat eigenlijk in de zakken van de mannen verdwijnde. En zo'n verhaal over de BV, die al veel vroeger... Dat is een van de listige kunstgrepen weer. Ja, dat zou een bewijs kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja,
Absoluut. Want jij wordt in het boek gequote en daar zeg je nog, nou ja, misleiding, of tenminste oplichting, op zijn minst misleiding, dat zeg je daar. Maar misleiding is natuurlijk geen delict, hè? Dat staat niet in het wetboek van strafrecht, dus daar heb je niks aan. Ik noem het nou bedrog, en bedrog kom je in het burgerlijk wetboek. Dan kan je dus zeggen, nou ja, civielrechtelijk kan je de transactie terugdraaien, maar daar heeft niemand wat aan. Bij oplichting heb je dus dat extra stapje nodig. Ja, en bewust heb je dat... en opzettelijk. En nu met die aangifte van Randstad, die zeggen, ja, wij voelen zich opgelicht, ons opgelicht. Op dat moment kun je natuurlijk beter omschrijven dat je sprake hebt van oplichting. Ja, dat is wel interessant, want het verklaart dus ook waarom er niet eerder een onderzoek is gestart. Dat kon dus pas, daar was die aangifte van Randstad dus voor nodig. De aangifte van Randstad. Randstad, ja. Als je het op oplichting zou willen doen, wel ja. Maar, ja, ik heb ook wel eens geroepen... Ja, daar wil ik zo op komen. Want ik weet wat je wil gaan roepen. Maar ik wil eerst graag weten, want je hebt het boek gelezen. Ga je al meer in de richting... Ik weet dat de rechter oordeelt, maar... Hoe is de kans groter geworden dat het inderdaad oplichting betreft? Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut. Maar dan nog, natuurlijk, je zal alle feitomstandigheden op een rijtje moeten zetten. En je moet ze goed duiden. Maar ja, laat het zo zeggen, er is sowieso een redelijk vermoeden van strafbare feiten. En misschien zijn er ook wel ernstige bezwaren. Dat is een stapje hoger nog in de rangorde van bewijs. Dus ja, ik denk dat ze al een heel eind op weg zijn. Ja, en je zei het ook zo mooi van tevoren. Dit boek is voor de rechter een film. Dat moet je even uitleggen. Nou ja, vanuit de opsporing in ieder geval was ik altijd heel blij mee als journalist een boek gingen schrijven over mijn zaak. Dat is natuurlijk heel fijn. Ze deden eigenlijk jouw huiswerk dan, ja, op zo'n moment. Dat is heel prettig, want dan heb je natuurlijk... Kijk, wat ik net zei, het delict wordt heel specifiek naar het ene delict gekeken en kan ik alle bestanddelen van dat delict bewijzen. Maar daar voorafgaand is natuurlijk een hele film eigenlijk te maken van ja, allemaal scènes, wat er heeft afgespeeld. En met ook waarom het heeft gedaan, maar ook welke spelers er in die scènes zijn. Dus je krijgt dan de daders ook in beeld en daar kan je dan op gaan hangen. Dus het totale plaatje van een bankoverval, dat begint ook zeg maar met het kopen van een wapen en het stelen van een auto. En dat eindigt dan aan het eind van de rit dat ze wegscheuren met die auto. Daartussen is van alles gebeurd. Nou, dat zijn allemaal losse delicten. Je gaat niet de bankoverval vervolgen. Je vervolgt dan iemand bijvoorbeeld gebruik van een wapen. Of bij de vlucht hebben ze een omaatje van de stoep gereden. Of ze hebben onder dwang geld afhandig gemaakt. Dat zijn dan de delicten. En dat is hier natuurlijk ook heel mooi. Je moet naar het hele plaatje kijken. En als je die film dus hebt, ja, dan zou ik als opsporer heel erg blij worden. Omdat dan zeg maar de modus operandi in ieder geval in kaart is gebracht. En dat zou je moeten checken en moeten controleren. En ja. Denk je dat de mondkapjesdeal zelf ook interessant is voor de opsporing met de overheid? Hoe bedoel je dat? Nou, de deal die is gedaan met VWS. Nou, voor mij moet je naar het totale plaatje kijken. En daarom, ik zou hem ook breder trekken in een veel groter onderzoek. Ik zou niet alleen naar één specifiek onderdeel van oplichting kijken. Maar ik zou eigenlijk veel meer kijken, ja, wat was nou de bedoeling en het doel van deze jongens? En dat doel was eigenlijk uiteindelijk proberen op zeg maar op een listige manier geld te verdienen. Rijk te worden. Oké, ik kom zo op jouw volgende theorie. Hè? Even cliffhanger. Een manier waarop zij wellicht veroordeeld zouden kunnen worden. Waarop je het onderzoek zou kunnen aanpakken. Ja. Waarop je het onderzoek zou kunnen aanpakken. Elisabetta. Deze deal die Jan Heijn ook nog weer even noemt, 100 miljoen voor 40 miljoen mondkapjes zonder aanbesteding. Stel dat het wel was aanbesteed, hoe gaat zo'n proces? Mag ik iets daar aan voorafgaande wel zeggen? Ja. Premisse, want we horen heel veel over aanbesteden. We hadden even in het begin ook, hè, is het inkopen, is het aanbesteden. En in Nederland spreken we wel heel erg in negatieve termen over aanbesteden. En regelmatig. Dat lezen we ook in de pers. Ministers doen dat ook. Ik kan het laten vertellen. Is dat zo, ja? Dat doen ze ook. Ik kom er zo hopelijk wel aan toe. En het is van belang wel om ons te realiseren dat democratisch ontwikkelde landen aanbestedingsregels hebben. En landen die democratisch gezien niet zo ontwikkeld zijn, hebben geen of in ieder geval niet zo gestructureerde aanbestedingsregelgeving. En dat heeft een doel. En ik vind het van belang om aan dat doel toch te herinneren. Dat is vooral om het gedrag van de overheid te stimuleren in een bepaalde richting. Het is de overheid die zich van bepaalde gedragingen moet onthouden.
En natuurlijk is dat een proces waar ook rechten van de inschrijvers worden gewaarborgd. En waarom vinden we dat zo belangrijk? Niet alleen vanwege ons belastinggeld dat goed moet worden besteed en we willen weten wat er daarmee gebeurt, maar natuurlijk ook dat iedere burger in onze samenleving de kans krijgt om iets moois aan deze samenleving te doen door het bieden van zijn diensten, zijn werken, zijn leveringen. En daarom zijn aanbestedingsregels toch heel belangrijk. En een uiting van een democratische rechtsstaat. Dat is wel een hele belangrijk punt. Want ik heb een beetje mij missionarisch gevoeld in de laatste 20 jaar dat ik in Nederland in dit vak zit. En dat is omdat ik heel vaak moet vertellen waarom we die regels hebben. En ze hebben er wel een doel. Maar dan wil ik toch, dan wil ik toch even weten, waarom wordt dat als negatief beschouwd? Want als het goed is, wordt complex gevonden. En natuurlijk, kijk, ik vind bepaalde dingen in het leven ook complex. Hè? Bijvoorbeeld een hartoperatie of zo, maar daar heb ik geen kennis over. Dat is mijn vak ook niet. En daarom is het ook zo. Dus het is vaak een gebrek aan kennis. En die kennis die moet er wel zijn bij de mensen waarvan je verwacht dat zij de professionaliteit hebben en de positie hebben om die kennis te hebben. We komen daar samen meteen aan toe als we naar de deal kunnen kijken. Want dat is juridisch gezien wel ook iets heel interessant. Maar nu even naar die vraag die je stelde over de aanbestedingsregels. Was het dan anders geweest? En je hebt me niet gevraagd of het hier wel aan besteed had moeten worden. Dat is ook een heel interessante vraag. Hè? Daar komen we zo op. Ja, wij komen er zo op. Maar wat gebeurt er dan? Dat je natuurlijk wel dat proces bewaakt. En dat je bepaalde rechten bewaakt. Ten eerste, de overheid mag natuurlijk niet ontransparant handelen. Die moet proportioneel zijn, moet objectieve maatstaven gebruiken. En moet aan ieder gelijke kansen gunnen in onze samenleving. Om, zoals jullie zo net dan zo mooi vertelden, andere leveranciers waren er ook, die meenden voor minder betere mondkapjes te hebben kunnen leveren. Dat zijn hele belangrijke punten. Ik wil een stapje maken naar iets wat volgens mij nu heel erg de mensen zal aanspreken. Dat is de oorlog in Oekraïne. Ik was een paar maanden geleden, mocht ik zo'n 50-tal diplomaten toespreken uit Oekraïne, uit Georgië, uit Moldavië. Die willen heel graag tot de Europese Unie toetreden. Daarmee hebben wij wat we noemen deep and comprehensive free trade agreements gesloten. En in die afspraken, voordat zij mogen toetreden tot de Europese Unie, moeten ze aan een aantal zaken voordoen. Waaronder aan de regels van public procurement, aanbestedingen voldoen. En dit is het punt dat ik wil maken. Volgens Europa, die regels vallen onder wat we noemen de fundamentals van de democratie. Daar staat bijvoorbeeld niet economische transitie onder genoemd. Daar staat ook niet het mededingingsrecht genoemd. Hè. Dat is een andere tak van sport. Maar wel die aanbestedingsregels. Ze zijn een oud-in en vaak de graadmeter om de corruptie in landen te meten. Dus samenvattend, in Europa zijn we het met elkaar eens geworden dat dit een basis is waar je vanuit moet gaan. Basis vanuit je moet gaan en het is heel belangrijk dat we het zo doen. De burgers hebben er wat aan, de samenleving heeft er wat aan. We moeten weg van die mentaliteit dat het een contract is tussen, zoals in dit geval, overigens Medic en V, niet de Staten, VWS. En die Relief Goods Alliance BV, hè, maar met de samenleving. Want de samenleving is de gebruiker van de diensten die je inkoopt. Dus die mentaliteit moet heel erg. Hier was dat letterlijk zo, want we kregen allemaal mondkapje. We zouden ze krijgen, ja. In ieder geval. Ja. Oké, okay. Maar dan nu, hoe was het nou gegaan als het aanbesteed was geweest? Dan hadden dus alle mensen die... Dan had je meteen bemerkt bijvoorbeeld dat strikt genomen, en ik wil het wel onderspreken, in die tijd was het inderdaad echt pandemie, de eerste maanden van de pandemie. Tijd is heel belangrijk in het recht om te kunnen bepalen welke regels van toepassing zijn. En we hadden een mededeling van de commissie, 1 april 2020. En die mededeling maakte Europa bekend. Als het echt sprake is van spoedeisendheid, ernstige, uiterste spoedeisendheid, dan mag je die termijnen verkorten tot met 10 dagen. Dus een procedure van 10 dagen is zeer kort, want je had het over de snelheid om die producten te kunnen aankopen. Maar nu weten we dat van die spoedeisendheid eigenlijk geen sprake was. En als daarvan sprake was geweest, hadden ze ook niet per se in het openbaar hoeven aan te besteden. Ze hadden ook 1 op 1 kunnen gunnen. Europa was al blij in die tijd. Dit kunnen we misschien wel gunnen noemen, toch? Het is gegund. Het is gegund, je kan het noemen. Ja. Het is gunnen, en zoals ik zei, er zijn verschillen in die terminologie.
Maar dus strikt genomen. Maar we weten dat er daarvan geen sprake was. Omdat die mondkapjes er wel waren. En die landelijke consortium helpmiddelen zei dat zij daarin voldoende konden voorzien. En niet alleen op dat moment, maar ook later. En dat is in jullie broek. Dit wat jullie zien, dat is een uitgeprinte hoofdstukje van het boek, wat ik eerder gelukkig kon wel inzien. En dat doen jullie prachtig. Hè? Jullie noemen het verschillende passages dat heel duidelijk gezegd is aan het ministerie dat die mondkapjes er waren, dat het niet nodig was om ze aan te schaffen. Dan vervalt er natuurlijk de mogelijkheid om van de regels af te wijken. Maar iets anders, en dan kom ik op je vraag. Heel belangrijk. Ik hoop dat we het uur wel... Ja. Maar dit is het punt, het is de deal. Hè. Kijk, die regels zijn er ook om ons te behoeden van hele stomme contracten. Ja, maar dat is dus niet gebeurd. 100 miljoenen. Alles vooraf betaald. Inclusief transport, distributie. Transport zou per vliegtuig gebeuren. Maar jullie vertellen, 40 miljoen mondkapjes kwamen per boot. Dan alle risico's door de staat gedragen. Dit is wel heel ongebruikelijk. Hè? Dit soort contracten. Zeker dat allemaal vooraf worden betaald. En nu komt het, 20% onvoorziene kosten, posten. Niet voorzien van de mogelijkheid om eventueel de kosten te verenigen die niet plaats hadden gevonden. Dit gaat te snel, hoor. Dit moeten we even, dit moeten we nu echt even uitleggen. Ja. Het is een stommiteit. Ja, hè? Maar jij weet dit allemaal al. Jij hebt dat hoofdstuk gelezen. Oh, ja, nee, heel kort. Heel kort en dan geef ik het woord weer terug. Ja. Nee, dus dat Jan Heijn. In de kostencalculatie van het mondkapje. De posten onvoorzien. Ja, in de kostencalculatie die de heren hebben opgesteld voor het ministerie stond een post onvoorzien, zo heet dat, van 20%. Nou, daar vang je dus normaal gesproken risico's mee op die zich eventueel zouden kunnen voordoen. Bijvoorbeeld? Je vrachtwagen met mondkapjes vliegt in de fik. Wat zou er nog meer kunnen gebeuren? Vertraging bij de douane. Nou, je betaalt ze wel, maar ze worden niet geleverd. Dat gebeurde de Chinezen houden het vast, willen het niet vrijgeven bij de douane. Nou, dat soort zaken. Dus dat zou nog een risico zijn wat je nog zou kunnen noemen. Maar financiering is ook een risico. Maar valutarisico. Dit is duidelijk. Die risico's waren dus... Voor een heel groot deel weggenomen. Ja. Waardoor die post onvoorzien nogal groot lijkt. Ja, maar normaal is het... Wat is de stommiteit dat jij weet dat eigenlijk winst kan maken via zo'n clausule van de 20% onvoorziene kostenpost. En dat beschrijven jullie ook. Dat grotendeels van de winst daarmee is gemaakt. En nu kom ik op mijn punt. Er wordt dus gezegd dat je handelt met zogenaamd een stichting zonder winstoogmerk. Overigens, en terzijde, het is totaal irrelevant voor het aanbestedingsrecht. Want aanbestedingsregels zijn van toepassing, zelfs als je handelt met iemand die geen winstoogmerk heeft. Dat even een voetnootje. Maar dan weet je dus dat als je zo'n contract sluit, hoe kan je daarna beweren dat je niet wist dat er sprake was van een buffet die dus wel op winst gericht was. En dit is wel iets wat jullie ook niet in het boek, althans... Ik heb het hele boek, moet ik bekennen, nog niet kunnen lezen. Daar was de dag te kort voor. Maar die indrukken krijg ik. Dit is een heel belangrijk punt. Want als je een contract sluit, natuurlijk wil je weten met wie sluit ik een contract. Hoe kan je het dan laten beweren? Ja, maar ik dacht dat het de stichting was. Nou, hoe onprofessioneel ben je? Nou ja, een van de verklaringen daarvoor is dat de overheid gewoon helemaal niet heeft doorgevraagd. En dat natuurlijk het motief was vanaf het moment dat Siewert van Linde daar binnenkwam in Den Haag. Was het doel om hem een contract te geven, in welke vorm dan ook. En dat is een vrij groot contract geweest. Maar Jan Heijn noemde het ook al even. We hebben die presentaties die zij in eerste instantie naar de overheid stuurden. Nou, daar riepen ze dat ze een luchtbrug hadden met de KLM. Ja, dat wist de overheid dat dat onzin was, want die hadden ze namelijk zelf. Ze rekenden twee keer de BTW erin. En dat was, we hebben daar ook wat mensen gesproken, die zeggen van ja, dat was totaal amateurisme. Ze hadden dus gewoon BTW in de kosten en daar ging dan nog een keer BTW overheen. Nou ja, als je fietsenmaker dat zo'n bonnetje naar stuurt, dan weet je van hier moet ik nooit meer heen. Weet je wel, dus daar zitten ambtenaren die kijken daarnaar. Maar omdat ze dus alleen maar hem iets wilden geven, zijn al dit soort red flags, zoals we dat noemen, genegeerd. En even, nou, want we hebben nu een beeld gekregen van aanbesteding. Kunt u, of kunt, nou ga ik opeens u zeggen, ik ben zo onder de indruk. zeg jij nu, ga ik zo doen. Blijkt hier nou uit dat in ieder geval dit ministerie niet opgewassen is of was tegen crisis? Nou, sowieso niet alleen
Dat ministerie, want als de vraag is... Oké, dus alle ja? Het ministerie niet opgewassen tegen een crisis. Ik denk dat wij kunnen vaststellen, na 20 jaar crisissen in Europa... en dan noem je er een paar, de fiscale marktencrisis... en dan de rechtsstatelijke crisis in Polen, in Hongarije. Dan hebben we de migratiecrisis, dan hebben we de covid-pandemie. Nu hebben we de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat we moeten vaststellen dat niemand van ons eigenlijk... investeert in het preventief organiseren van hoe jij met een crisis behoort om te gaan. En dat los je niet op met aanbestedingsregels, hè, voor de duidelijkheid. Oké. Ik ga even terug naar jou, Peter. Ook niet met strafrecht, trouwens, hoor. Ik wil wel even terug naar het strafrecht. Jij hebt nog een andere... Hoe formuleerde jij dat net, voordat ik het weer juridisch verkeerd zeg? De manier waarop deze heren aangepakt zouden kunnen worden... Nou ja, ik werk al 1,5 jaar niet meer bij de field, hè, dus het is vrijblijvend advies. Maar... Om niet? Om niet. Maar dat maakt niet uit. Hoewel ik via... Nou ja, goed. Maar... Nee, maar wat je zou kunnen doen... Ik ken de casus niet voldoende om daar echt heel goed, heel diep op in te gaan. Maar wat je zou kunnen doen in dit soort casus is zeggen... je kan vanuit een andere hoek benaderen. Namelijk, er is hier sprake van een criminele organisatie. En daar denken we... normaliter misschien niet zo snel aan bij witte borden... Omdat dat over het algemeen een motorbende is of een drugsbende... Dan vinden we dat allemaal een criminele organisatie. Maar als je naar het wettelijk artikel kijkt van criminele organisatie... en ik heb hem in het verleden bij de Field wel eens gebruikt... dat is een samenwerkingsvorm van een aantal mensen... met het doel plegen van misdaden in dit geval. Hè, dus criminele activiteiten. Dus als je zegt van ja, we zijn met elkaar gericht op het alleen maar... Het onder valse voorwensen in dit geval geld onttrekken van de maatschappij. En met allerlei grapjes en misleidingen. Maar daar zitten ook waarschijnlijk valse stukken bij. En ik kan me niet voorstellen dat als je zoiets doet... dan moet je dingen verbloemen of verhullen in de administratie. Er komen facturen die niet kloppen. Er zijn misschien certificaten opgemaakt die vals zijn of vervalst zijn. Dus er zijn heel veel onderliggende elementen... die allemaal als delict zijn aan te merken. En als je zegt criminele organisatie, dan hoeft dus niet iedereen elk deel van die delicten gepleegd te hebben. Dan kan je dus zeggen, nee, het doel was een samenwerkingsverband. En jij had die rol, en jij had die rol, en jij had die rol. En met elkaar hebben we bewerkstelligd dat we uiteindelijk 20 miljoen of 10 miljoen, wat is het, 20 miljoen verdiend hebben. Nou, dat zou, en dan hoef je dat alleen maar te bewijzen. En de onderliggende delicten moet je dus dan wel aannemelijk maken. Moet je ook van alles van vinden. Je moet de opzet bewijzen. Zit er nog wel wat haken en ogen aan. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar dan ga je wel, als je dat zou doen... laat je wel ook het effect van zo'n zaak veel beter zien. Want dan laat je dus zien die film en dat boek wat je dus gemaakt hebt... dat dat eigenlijk bewaarheid is. En dat het volledig als strafbaar feit wordt geponeerd. En dat zou ook helpen als je ooit als overheid een ontnemingsprocedure wil doen... waar je zegt, wij willen dat wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals dat heet... Nou ja, voor de ontneming zal je natuurlijk een veroordeling moeten hebben op zitting. Hè? Dus dan moeten ze veroordeeld worden voor een delict. En dan kan je het directe verband daarvan kan je natuurlijk ontnemen. Ja, dat helpt. Ja, want die vraag stelt heel Nederland zich. Van, gaat ooit de uitkomst zijn van zo'n strafrechtelijke veroordeling dat er ook een... Nou ja, je kan natuurlijk 2 dingen doen. Je kan een korte klap geven en zeggen, leg dan welk effect je wil bereiken. En de field denkt heel erg na tegenwoordig over welk effect en impact ze willen hebben met hun zaken. Dus daar is gegarandeerd van tevoren over nagedacht van wat willen we bereiken met deze casus. En de methodiek die we daarop toepassen is dan afhankelijk van het effect en het impact die je wil bereiken. En als jouw effect van tevoren behoort is van, ja wacht even, we willen gewoon de maatschappij laten zien dat we dit soort activiteiten niet accepteren. Dan zou een criminele organisatie natuurlijk een heel mooi doel zijn, middel zijn, om dat doel te bereiken. Als je zegt, nou, ik wil een korte klap geven, ik wil gewoon morgen op zitting zijn en duidelijk maken dat we dit niet pikken en iemand meteen veroordelen, dan kan je natuurlijk ook voor de kleine vis gaan. En zeggen, nou ja, ik pak alleen het kleine deel en daarvoor probeer ik voldoende bewijsmiddelen te verzamelen en dat breng ik bij de rechter. Ja, dan hebben we het over de oplichting van bijvoorbeeld van Randstad. Ja, dat zou dan kunnen, ja. Peter, zeg je nou ook dat als jij nog bij de field had gewerkt, dat je dat had gedaan? Je werkt altijd onder het gezag van een officier van justitie, dus die moet je dan nog wel zien. Je had betoogd dat dit moest gebeuren? Dat had ik wel. Zoals ik nu de feiten zie, zou ik het in ieder geval in discussie met mijn collega's wel te bedden gebracht, ja, absoluut. Ik zou groot voorstander zijn. En als je naar mijn oude zaken kijkt, dan heb ik het ook vaak vanuit die hoek wel benaderd. Je zegt kleine vis. Relatief. Ja, alles is relatief. Ja. Maar dat wordt ook wel tegen jullie gezegd over deze kwestie. Van ja, die Sievert, dat weten we nou wel. En dat is allemaal heel erg. En het geld moet terug, inderdaad. Maar het is veel erger, want VWS is 5 miljard kwijt. Maar jij zegt, dat is helemaal geen tegenstelling.
Ja, we krijgen ongeveer sinds vorig jaar mei, denk ik al, bij elk verhaal dat we schrijven, Chris, je altijd op sociale media komt er wel iemand die roept van, ja, jullie zitten met die Siewert, maar gaan ze achter de 5 miljard van Hugo de Jonge aan? Dat is een soort van begrip geworden. En dat komt even, die 5 miljard komt vandaan dat de Rekenkamer, de Algemene Rekenkamer, vorig jaar een rapport uitgebracht. Heeft gezegd van, nou, in de coronaperiode, juni of voorjaar 2020, is 5 miljard euro is niet helemaal op de juiste manier besteed. Of verantwoord, of de Kamer is verantwoord, de bonnetjes waren niet helemaal goed toegepast, et cetera. Alleen, dus, maar dat zeg ik inderdaad, dat is geen tegenstelling met die deal van Siewert. Want binnen die 5 miljard die daar werd gezet, 2 miljard was dan een zorgbonus. Nou, dat was op zichzelf niet zoveel mis mee. Dat was de administratie was dan, dat moest iets mee gebeuren. 2 miljard daarvan was de inkoop van beschermingsmiddelen. Daarvan was dit een van de 3 grootste deals. En de casus, door erin te duiken van hoe dat is nou gegaan, niet alleen maar binnen die hulptroepen, maar ook binnen de beslissingsmacht, dus binnen het ministerie, laat je juist zien wat er mis was ook met de besluitvorming op VWS in die tijd en hoe ondemocratisch dat ook ging. En daarmee is het dus een casus die schetst hoe die 5 miljard ging. En bij uitstek durf ik wel te zeggen. Nou, dat blijkt sowieso uit feiten die ook de pers hebben bereikt tijdens de pandemie. Maar voor de Rekenkamer, dat rapport kwam in mei 2021, was al in januari bekend van Transparency International, de zeer gerenommeerde organisatie die jaarlijks de mate van corruptie in alle landen van de wereld in kaart brengt. Die had gezegd dat Nederland tijdens de pandemie een van de landen was die het slechtste had gedaan qua openbare aanbestedingen en dat er een zwart gat was ten aanzien van de uitgaven, de publieke middelen die besteed waren om de pandemie te bestrijden. Dus dat wisten we al zoveel maanden van tevoren. Hè. Zo lang na het begin van de pandemie was het niet, want het is niet eens een jaar, hè, maart en dan januari 2021. En dat geeft natuurlijk wel een bevestigend beeld wat nu wel heel erg zichtbaar is geworden tijdens die pandemie, maar die veel vaker toch voorkomt in Nederland. En we weten uit onderzoeken van de Europese Commissie en van de Europese Unie al sinds jaren dat zeker bij aanbestedingen Nederland het niet zo goed doet ten aanzien van andere landen. En daar zijn er gewoon statistieken in kaart gebracht. Een rapport uit 2014. We hebben er eentje uit 2016, eentje uit 2019. Het is telkens om de 2-3 jaar. Dus het verbetert ook niks? Ze zijn licht verbeterd op een aantal punten. Maar laatste jaar, het laatste onderzoek dat we hebben, is uit 2019. Daaruit blijkt weer dat bijvoorbeeld echte, zou ik zeggen, ordinaire corruptie. Zo noem ik dat. Ik maak een onderscheid tussen ordinair en meer geraffineerde. Sorry voor Peter, dat is mijn eigen indeling. Maar daarmee bedoel ik giften en van hele eenvoudige dingen die je kan doen. Of steekpenningen, et cetera. En dat verslechterd is in het laatste jaar. Maar het is alleen in Nederland verslechterd. Dus wij waren echt de ideale voedingsbodem voor de pandemie. Van heel Europa alleen in Nederland. Op andere punten zijn er lichte verbeteringen, et cetera. Zeker decentraal, want daar liggen ook wat problemen. Nou, jij vraagt nu, waren, informatie, hè? Waren wij de ideale voedingsbodem? Ja, en maar ook nee. Want jij hebt wat voorbeelden meegenomen van profiteurs uit het buitenland. Ook? Ja, je hebt dus ook Siewert in het kwadraat heb je ook. dat zijn er 2. 2 Zwitserse broers. Die zijn in opspraak gekomen. Ja, die hebben niet 20 miljoen verdiend. Die hebben waarschijnlijk 200 miljoen verdiend. En die zijn via CSU-politici in Duitsland, zowel in de Noord-Rijn-Westfalen als bij het Duitse ministerie van Volksgezondheid binnengekomen. Hebben daar die deelstaat, geloof ik, voor 9 euro, ruim 9 euro per masker gekregen. Even vergelijken met Siewert van Linde, de hulptroepen. Daar staan ze nu rechtsboven op het scherm. Die maskenschneuzel. Die maskenkits worden ze ook wel genoemd. De maskenkits. Ja. Ja, twintigers. Ook 20 hele jonge kerels. En de hulptroepen, Siewert van Linde en zijn compagnons, kregen maximaal 2,78 euro per masker. 2,78. Nou, en daar zat al een hele dikke marge op. En deze gasten deden dus 9 euro per masker. Ruim 5 voor de nationale overheid, voor de nationale ministerie. Met een order wat wordt geschat door onderzoeksjournalisten op 350 miljoen euro. Nou, dat zijn getallen. Het is ongelooflijk. Er is toch iemand die dat wil betalen, kennelijk. Ja, is ook wel gewoon de vrije markt dan, hè? Nou, ook dit is natuurlijk niet aanbesteed. Hè? Als we even terugkeren naar dat onderwerp. Ook dat is niet aanbesteed. En daar zie je dus dat het dus via bevriende politici, dat die jongens
komen bovendrijven. Precies zoals in Nederland is gebeurd. Daar is het, ja, nou, bevrienden hier zijn politici onder druk gezet. Of ze vrienden waren, nou, weet ik niet. Maar jullie, hoe je het nu zegt, dan neig je natuurlijk veel meer naar corruptie toe. En dan komen we inderdaad in de hoek van machtsmisbruik. Ja. En dan dat, nou, vind ik toch nog wel iets anders wat hier speelt. Ik wil best wel toegeven dat een aantal dingen helemaal niet goed gaan. Maar als je ook naar de corruptieindex van Nederland kijkt, we staan nog steeds op de 8e plaats, hè, wereldwijd. Dus zo heel slecht doen we dat ook weer niet. We hebben ook, denk ik, ook de laatste jaren best wel meters gemaakt in het bestrijden van corruptie. Maar in de totale awareness en zo, daar is nog wel wat te doen, ja. Er is veel druk van buiten geweest om inderdaad de zaken te veranderen. Want ja, dat wordt een wat complexer verhaal nu als we het over corruptie hebben. Inderdaad, plaats 7, zelfs verbeterd, want we zaten op plaats 9 het jaar daarvoor. Maar dat is wel corruptie in brede zin. Maar als we nou focussen op aanbestedingen, en dan specifieke, dan hebben we een heel ander beeld. Want uit bijvoorbeeld het onderzoek van de Europese Commissie van 2016 weten we dat in Nederland werden stakeholders gevraagd in een questionnaire. Dan hebben jullie in de laatste 3 jaar last gehad van wijdverspreide corruptie bij aanbestedingen. En het antwoord van die stakeholders was ja, en dan wel voor 64% van de gevallen. Nou, ik schrok daarvan, ja. Vooral toen ik zag dat Italië op 55% was. En dan denk je als Italiaanse, dat heeft u toch gehoord, klopt dit? En dan weet ik natuurlijk wel. Natuurlijk word ik heel nieuwsgierig als wetenschapper. Hoe kan dat? Dat het daar 55 is en hier 64. Nou, ik ken bij de landen wel een beetje. En dan ga je dan beter kijken. En wat zie je? Dat het zijn alle gevallen die dus het veld, de ondernemers, de burgers beschouwen als corruptie, omdat het niet transparant is geweest. Of omdat de criteria niet helder zijn. Dus het is niet via die ordinaire vormen van steekpenningen en zo die ik zo net noemde. Maar het is toch een vorm van corruptie. En dan wil ik een laatste punt, want het is heel belangrijk. Ga nog niet afronden, hoor. Oh, in deze, een laatste punt voor dit stukje van de discussie. Toevoegen in reactie op wat jullie net zeiden over de profiteurs, ook elders. Het zijn wel de profiteurs, zogenaamd altijd aan de kant van de inschrijver. Maar die regels, die hebben we juist om ervoor te komen dat wij niet met dat soort mensen een contract sluiten. Ja, maar hier blijkt nu dat dat niet alleen in Nederland is gebeurd. Maar de UK hebben we ook nog, of Engeland hebben we ook nog. Dus daar waar die VIP-lane, dat was dus voor het voorrangscircuit, voor ook weer van bekenden van politici, die daar ook deals allemaal hebben kunnen sluiten. En dat is allemaal toch niet op. Daar heb je uiteindelijk gezegd van dat is niet rechtmatig. Hè? Dat is niet zoals het hoort. Daar wil ik wel iets op zeggen. Corruptie. Kijk, corruptie is natuurlijk een heel terrein. Maar corruptie begint links helemaal aan de linkerkant met vriendjespolitiek. En het eindigt helemaal aan de rechterkant, zeg maar. Met, en dan hebben we het over de schimmige en de hele geslechte. Afpersing. Hè? Dat is eigenlijk de uiterste vorm van corruptie. En daartussen zit de hele wereld. Maar niet alles is strafbaar. Die vriendjespolitiek is niet per se strafbaar. Dus nee, dat was hier ook niet in de UK, hoor. Het was niet strafbaar, maar er werd gewoon gezegd onrechtmatig. Ja. Dus je kan het wel corruptie het noemen. Het wordt wel, maar niet strafbaar wellicht, maar zeker onrechtmatig. Op een moment zoals je hier, dat je niet de markt benadert op een manier waarop je het moet doen om de rechter van particulieren en burgers. Ja. Laten we inderdaad weer terugkeren naar Nederland. Want jij hebt ook nog een voorbeeld, of jullie hebben daar samen een stuk over geschreven, over het testbeleid, hè, wat toen op gang kwam. Daar werd ook kwistig met miljoenen gesmeten. Ja, nou, er was geen sprake van corruptie, maar dat ging ook echt bij uitstek om de vraag van waarom wordt dat niet aanbesteed? Al voedingsbodem voor corruptie, zouden zo noemen. Ja, nou, daar moeten we nog eens verder. Maar de testen voor toegang, hè, dat was natuurlijk het plan om Nederland weer een beetje van het slot te halen. En er moest overal in Nederland moesten overal teststraatjes. Nee, die zijn er ook allemaal gekomen natuurlijk. Daar mochten dan bedrijven op inschrijven om dan een opdracht te krijgen om dan een bepaalde regio een aantal teststraten neer te zetten. Dat was in opdracht van het ministerie van VWS. Werd niet aanbesteed. En dat maar niet aanbesteed, maar men mocht wel inschrijven. Wat is dan het verschil? Ja, wat ze gedaan hebben is dat ze het in een ze hebben het uiteindelijk een deel aanbesteed omdat wij er een artikel over schreven. Toen gingen ze toch dat allemaal anders doen. Serieus? Dus ja? Dat was op zich een soort van impact van ons onderzoek. Maar wat de kern was, dat ze het in een stichting, de Stichting Open Nederland, hebben gezet. Waardoor het dus ook niet meer controleerbaar werd wat er allemaal gebeurde, bijvoorbeeld door de Tweede Kamer of door journalisten die via een WOP-verzoek daar informatie over wilden hebben. Er werd een oud-generaal, Tom Middendorp, die werd daar op die stichting gezet, die werd daar de voorzitter van. Die ging het allemaal leiden en die stichting die ging dan die opdrachten gunnen. Het ministerie stortte daar een paar honderd miljoen in en in totaal hadden ze daar 925 miljoen voor klaarstaan om dat in de loop van 2021 te gaan gebruiken.
En die constructie, ja, die werd eigenlijk gekozen en daarmee werd het eigenlijk volledig oncontroleerbaar. Terwijl ook dat testen, dat project, dat liep al een aantal maanden. Nou, jij zei net al, je kunt een aanbestedingsprocedure in 10 dagen doen. Dus er was geen enkele reden voor om dat niet gewoon via een aanbesteding te doen. Maar dat is ook onregelmatig. Ten eerste, het is een privé stichting. Je geeft 1 miljard of zo. En dat zoveel was het. Eerst 725 miljoen, dan 925 richting 1 miljard. En wat is de garantie, denk ik dan? Wie houdt toezicht op dat bestuur? Laten we het zo zeggen. We zijn allemaal getest, wellicht een paar keer tijdens de laatste 2 jaar. En we waren blij, zeker in Nederland, dat het kosteloos was. Hè. We konden elkaar gratis. Dus iedereen blij. Overal dat heeft plaatsgevonden. De vraag is, waar is dat 1 miljard? En is al wel goed uitgegeven? Hoe is dat uitgegeven? Dat is een aspect. Dat is een aspect. Maar ik vind een even belangrijk aspect, dat te vaak niet genoemd wordt, noemen. En dat is het feit dat waarom zou je iemand zo bevoordelen en zo'n positie geven? Op basis waarvan? Op basis doe je die generaal? Ja, natuurlijk. Nou, dat was hier ook interessant. Dat kan omdat een prachtige stand van dienst hebben. Maar waarom zou dan iemand anders ook die kans er niet kunnen? En dit was geen bestaande markt. Hè? Testen, er waren nog geen, dat was allemaal nieuw, dus dat bestond nog niet. Dus wat kreeg je? Dat waren gewoon allerlei werkloze kroegbazen, even met alle respect gezegd. die begonnen dus een testonderneming. Hè? Die gingen testen inkopen. Die melden zich daar bij de stichting van ja, wij willen daar wel een regio gaan testen. Dus dan moet je dus, ja, dan moet dus iemand dat gaan gunnen. Maar dat was dus bij uitstek belangrijk dat daar met objectieve criteria gemeten zou worden, omdat je niet een soort van gevestigde partijen hebt waarbij het logisch is dat die dat goed gaan doen of zo. Het is allemaal totaal nieuwe, onbekende partijen die zich daar melden en die dus allemaal dat gegund kregen. Maar je moet wel zien of dat nou bewust iets gaat, fout gaat, of dat nou onbewust gaat. Hè? Het kan gewoon heel erg onhandig en knullig allemaal zijn. Of worden hier bewust, zeg maar, mensen op posities. Maar je wil ook geen knullige overheid hebben, toch? Nee, maar dat was jouw punt en jouw eerste vraag helemaal. Aan het begin, en daar wou ik inderdaad aan haken. Hè, toen je vroeg, maar is dit dan een probleem alleen van het ministerie van Sociale Zaken? Feit is dat als je zo handelt als overheid, wat is de boodschap die je aan de burgers geeft? We zijn niet in staat om goed in te kopen. Nee. Wij kunnen ons werk niet doen, want dat is wel de taak van de overheid. Dus daar laat ik aan iemand anders over. Nou, nu zo even een generaal, met alle respect voor zijn staat van diensten, dat staat hier niet in de discussie, maar dat is het punt niet. Dus de boodschap die je geeft aan de burgers is een hele verkeerde boodschap. Zou dit nou ook bedacht zijn door Hugo de Jonge? Dat het een generaal moest ik heb worden? Zijn appjes niet gezien op dit onderwerp. Misschien dat hij nog. Maar ja, kijk, het is wel bekend dat. Kijk, dus wij hebben daar niet het bewijs dat daar een motief was om het ontransparant te maken. Het is het gevolg ervan. Het haalt wel politieke risico's weg. Daar was het ministerie zeker wel mee bezig. Als je ook kijkt naar hoe het ministerie van Volksgezondheid is omgegaan met de wet openbaarheid van bestuur. Ik wou net zeggen, ik word nu steeds achterdochtiger, want men is daar een jaar achter. Ze zat er niet op te wachten dat daar meteen alles transparant en controleerbaar werd. Dus in dat patroon paste dit ook wel. Ja, want ik zeg het nu te kort, misschien moeten we dat even benadrukken. Dat het ministerie heeft op een gegeven moment gewoon gezegd, de WOP, de wet openbaarheid van bestuur, daar kunnen jullie nu nog geen beroep op doen, want alles ligt stil. We zitten in een crisis en jullie krijgen geen informatie. Maar als je dan nu dit allemaal hoort, dan denk je, nu snap ik helemaal waarom ze hier geen trekken hebben. Allerlei wetten zijn gewoon genegeerd, heel bewust. Maar dat doen we niet in een crisis. Nu zeggen daar iets, dat wil ik toch. Ik had het me voorgenomen om dat niet te noemen. Maar iedere mens kan gaan googlen. En als je googelt Hugo de Jonge en aanbestedingsregels, dan zie je vele artikelen verschijnen. Eén uit 19 juli 2019, 25 maart 2019. En de laatste 17 januari 2020, volgens mij ook in de Volkskrant, hij pleitte zelf in het Europees Parlement voor een afschaf van de aanbestedingsregels in de zorg. Daar gaan die artikelen allemaal voor. De ene gaat over het feit dat de Jonge had gezegd dat de aanbestedingsregels niet proportioneel zijn. De andere gaat over het feit dat die regels moeten versoepeld worden. Dus er is toch wel een mentaliteit erachter te bespeuren van een negatieve beeld over de werking. Dat is een interessante toevoeging die we hier horen. Regels. Ja, dat kan hier de Jonge. We gaan onmiddellijk googlen. We wilden ook nog allemaal in het ene uur hier iets van leren.
Ik sprak jou ook van tevoren en toen zei ik, ja, dat willen we weten. Kan dit nog een keer gebeuren bij een volgende crisis? Toen zei je, een volgende crisis? We zitten al in de volgende crisis. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. De oorlog, want grondstoftekorten, allerlei tekorten. Maar die link met aanbestedingen had ik nog niet helemaal gelegd. Maar wat moeten we nu niet verkeerd doen wat verkeerd kan gaan in verband met de oorlog? Met inkoop. Niet met aanbestedingen, maar wel met inkoop. Dan sluit hier gaat het wel over inkoop. Nee, ja, kijk. Ik mocht vorig jaar in het Europees Parlement hierover pitchen. Dat was dat toen de tijden van de Recovery Fund. En de vraag was inderdaad ook aan mij gesteld door het Europees Parlement. Hoe moeten we handelen dan in een crisistijd? En in die tijd heb ik een paar punten genoemd. Eén, inderdaad niet met procedurele regels, niet met aanbestedingsregels. Je moet natuurlijk preventief handelen. Maar het belangrijkste punt is dat. Wacht even, wat bedoel je nou? Je moet niet met regels, wat bedoel je? Geen regels niet, handhaven? Niet aanbestedingsregels, niet inkopen. Dat is het punt niet. Het punt is bij crisissen dat wij onze vitale industrie niet meer in Europa hebben. Dat is het punt. Daarom krijgen wij geen staal, misschien daarvoor ook niet. Maar zeker als het gaat om een gezondheidscrisis zoals de COVID-pandemie. Het probleem was dat de mondkapjes niet in Europa werden gemaakt, maar in China en buiten Europa. En dan moeten we natuurlijk achter de oren krabben. Want hoe komt het dat we bepaalde bedrijven niet hebben in Europa? Want ja, onze samenleving, ik zeg cultuur, ik zeg niet het recht, want zelfs het Europese verdrag gaat er dan niet over, is allemaal ingeënt op de gedachte dat voor alles competitie moet zijn. Dus competitie, wat heeft er voor effecten soms dat dan, omdat de beste moet winnen, iemand die minder competitief is, die haalt die competitie niet en die verdwijnt langzaam rand van de man. Maar bedoel je nu ook dat wij weer ons meer moeten richten op maakindustrie? Zodat maar we moeten absoluut richten en zeker moeten we dat gaan mappen. En alles wat nodig is, afhankelijk van een soort crisis, een soort vitale leveringen die we nodig hebben. En natuurlijk is dat afhankelijk van. Het is niet een statisch begrip. Het is dynamisch. In de pandemie heb je meer medische spullen nodig. En in de crisis, zoals nu in de oorlog, zitten we weer met militaire kwesties. Dat is weer een ander aspect. Want we hebben geen Europese defensie. Het wordt weer een ander verhaal. Maar, nu komt het. Dus je kan natuurlijk moet je preventief handelen, denken wat te doen in crisis. Je moet mappen en meer stimuleren. Mappen? Wat bedoel je met mappen eigenlijk? Ja, sorry, dat is Engels. Mappen is slaan. Ja, dat is mappen. Also, ja, ja, ja. Ik heb de speech in het Engels gehouden, dus al die termen. Nee, geef niet. In kaart brengen, ja. Maar het in kaart brengen van waar, in welke landen vitale industrie nog in Europa bestaat. En natuurlijk wel zorgen voor stockage, dat is daar dacht ik. Opslag? Ja, opslag. Opslag van middelen die heel fundamenteel kunnen zijn. Okay. Zoals Finland heeft gedaan. En daarom was Finland natuurlijk al sinds altijd bang dat de Russen kunnen binnen Finland komen. Die zijn beter voorbereid. Die waren beter voorbereid ook in de pandemie van de COVID-19. Dat is één les. Ik zie dit niet heel snel goed komen, maar daar hebben we nu geen tijd voor om dat nu te bespreken. Want ik wil ook nog even tot slot van jullie weten. Destijds, in juni vorig jaar, toen ik jullie sprak, zeiden jullie, ja, er komt geheid een parlementaire enquête. Is dat nog steeds zo, denk je? Ja. Dat is een feit. Nou, nee, maar daar gaat iedereen in Den Haag van uit. Als je als Kamerleden daarover spreekt, dan zegt iedereen dat een soort voldongen feit is. Dus die moet er wel komen, ja. Oké, okay, er zijn natuurlijk zoveel. Hey, die hele kwestie rondom verpleeghuizen en het tekort aan mondkapjes. Wat natuurlijk ook een reden is dat de hulptroep is ontstaan. Hey, dat hebben ze natuurlijk, dat is natuurlijk allemaal gekkigheid geweest daar aan het begin. Er zijn natuurlijk heel veel mensen gewoon doodgegaan omdat het zorgpersoneel niet goed beschermd was. Ja. Een groot taboe. Maar dat moet wel uitgezocht worden hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Ja, want dit bedoel ik dan ook in het kader van. Want parlementaire enquêtes leren ons ook altijd een hoop over hoe we het beter kunnen doen. Ja, dit is een onderwerp waar de komende 10 jaar natuurlijk mensen op kunnen promoveren. Hè? Hoe wij die hele crisis hebben doorstaan met z'n allen. Hè? De maatregelen die zijn genomen, op welk moment die zijn genomen. De situatie in de verpleeghuis. Daar zijn allerlei aanbestedingsverhaal. Dit is natuurlijk een kwestie van jaren waar wetenschappers zich mee bezig gaan houden. Dus wij hebben ook bewust die context al willen schetsen in het boek. Maar dat is natuurlijk echt een eerste aanzet. En we zijn natuurlijk nu, gisteren zijn de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Dus we komen nu in de fase dat we echt kunnen gaan terugblikken. Hopen we dan maar dat we er niet weer middenin zitten straks.
En dan krijg je dus ook de rust om daar naar te gaan kijken. En dit soort boeken, journalistieke werken, zijn natuurlijk echt een eerste teen in het water om te kijken van wat is daar nou eigenlijk gebeurd. Maar wij pretenderen natuurlijk niet dat het een soort van wetenschappelijk onderzoek is. Een parlementaire enquête gaat daar natuurlijk ook zeer aan bijdragen. Dus heel belangrijk dat dat gaat gebeuren. Wil ik nog één les benoemen, als dat nog mag? Nou, dat gaan we zo doen in het half uur wat hierna volgt. Ik ga eerst eventjes de kijkers van Salto bedanken. En als u nou denkt van dat vind ik jammer, nou mis ik die antwoorden, dan kunt u nu naar de site, het is live, van Pakhuis de Zwijger. Daar is de livestream en daar kunt u dan de antwoorden op de vragen horen en ook de vragen zelf. En anders kan dat later ook nog op YouTube. Bedankt voor dit moment. Met jouw les, ja? Ja, we kunnen weer door. Wij kunnen weer verder hier met de zaal. Ja, ik zie meteen handen, heel goed. Even één, want Peter, jij hebt ook een les. Ja, ik wil toch mijn les nog even kwijt. Waar het hier ook bij dit soort dingen weer om gaat, van weet met wie jij zaken doet. Dus het know your customer principe, dat is zo ongelooflijk belangrijk. En dat geldt eigenlijk in alle branches. En als je het ook over corruptie hebt, maar ook bij aanbestedingen natuurlijk. Als jij niet weet met wie je zaken doet, en hier is dat heel duidelijk gewoon niet goed uitgezocht. Hè, want ze deden zaken met de stichting in plaats van met de BV, of omgekeerd. Ja, dan gaan er dus dit soort dingen mis. En we wijzen nu steeds allemaal naar de banken en zo, die eigenlijk allemaal maar die poortwachtersfunctie moeten innemen. Maar we hebben allemaal een rol daarin. Is mijn theorie. We wijzen naar de banken als het gaat om witwassen, bedoel je? Dat soort dingen, ja. Dus banken krijgen nu overal de schuld van. Hè, want die transactie gaat altijd via de bank. En dat is natuurlijk het makkelijkste. En natuurlijk heeft die bank daar ook een rol in. Maar vergeet niet dat ook een accountant of wie dan ook, een belastingdienst, iedereen kijkt naar dit soort stukken. Die geven we ook wel eens de schuld, hoor. En, mag ook. Nou ja, en mag ik hierop inhaken? Heel belangrijk wat je zei. Weet met wie je contract sluit. Daarom zei ik dat je dat, als je goed had opgeleid, dat absoluut moest weten. Maar iedereen, denk ik ook in deze zaal, weet dat wij een BBOP-regelgeving hebben in Nederland. En zo'n BBOP is gericht om achter te halen met wie ga je contracteren. Je moet natuurlijk niet met malafide ondernemers in zee gaan als overheid. Maar strikt genomen, als je niet aanbesteedt, mag je de BBOP-regulering niet toepassen. Want en die BBOP-regulering, daarmee kun je eigenlijk criminelen eruit vissen. Ja, dan ga je meer weten. Als je zelf er niet achter komt, eigenlijk wat achter zo'n bedrijf staat. Je kan aankloppen bij het landelijke bureau BBOP in Den Haag. Maar ook vele gemeentes hebben ook zo'n. De gemeente Amsterdam heeft ook dan zo'n dienst. En die doen nader onderzoek naar. Dus je moet weten. En je hebt een plicht als overheid. Maar jij zegt, als er sprake is van aanbesteding, dan mag je daar geen gebruik van maken. Nee, waarom is dat? Alleen als er binnen een aanbesteding is, als er een vergunning gaat, als het om een subsidie gaat. Maar als je niet aanbesteden, zoals in de laatste 2 jaar dus gebeurd Oké, juist is, als je het niet doet, mis kan je miste die kans. Dus het is een extra reden om aan te besteden eigenlijk. Absoluut. Oké, we gaan nu naar de zaal. Er zijn 2 mensen die een microfoon hebben hier vooraan rechts. Graag, dan kunnen we beginnen. Wat is onhandig? Nee, ik vroeg mij af, hoe kan Van Ark gezegd hebben op een gegeven moment dat het ministerie wist dat het een BV betrof? Dat heeft ze in de Tweede Kamer gezegd. En ik stond echt met mijn oren te klapperen, want ik had maar steeds begrepen dat dat niet zo was. Ja, dan moeten we even toelichten. Dus minister Van Ark, de opvolger. Hè? Van Martin van Rijn. Ja, die was niet zelf betrokken geweest op wat voor manier dan ook met die deal. Die deal is, er is onderhandeld met Martin van Rijn in eerste instantie. En toen heeft Martin van Rijn dat gedelegeerd aan zijn topambtenaar Mark Frequin. En die heeft het verder afgehandeld met Siebert. Daar is kennelijk wel duidelijk geworden in dat proces dat het dan ging om die vennootschap. Of ze dan echt helemaal door hadden dat het helemaal los stond van die stichting, dat weet ik niet.
Maar op dat manier... We het vermoeden in welk dat moment in de trein, in de ja. reeks, de tijdreeks, is natuurlijk de belangrijkste vraag. Nou, we hebben het vermoeden dat dat inderdaad ook niet helemaal formeel juist was wat zij daar zei. Want kijk, een BV, dat wil ik nog niet zeggen dat dat een BV is die losstaat van die stichting. Want alle transacties die via die stichting gingen, ja, daar hing ook een BV onder. Dus strikt genomen stuurde ook de hulptroep een Alliantie BV-facturen. En kijk, wij hebben op allerlei manieren natuurlijk informatie dat bij het ministerie helemaal niet duidelijk was. Daar hebben we ook een gespreksverslag van ambtenaren van de datum dat die deal gesloten werd, waarin werd gesproken. Er was een gespreksverslag met de hulptroepen. Dus je kunt wel zeggen dat een BV, maar daarmee weet je nog niet dat het een BV is die losstaat van de stichting. En ook niet dat daar natuurlijk de drie aandeelhouders zijn die dat geld meteen aan zichzelf gaan uitkeren. Maar het gaat er dus even om dat u zich afvraagt waarom Van Ark zei, ja, we wisten dat we zaken deden met een BV. Ik denk dat ze niet anders kon, omdat ze anders moest zeggen, we hebben zaken gedaan met iemand die ons misleid heeft. En we wisten dat hij ons misleid heeft en toch hebben we van hem gekocht. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Dat is een moeilijk verhaal. Maar zij moet dus antwoord geven op de vraag op welk moment in de tijdreeks... Ja, exact. Dat kon zeggen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want ja. dat moet absoluut helemaal helder worden. Daar is zo'n parlementaire enquête of zo'n Deloitte-onderzoek. Wellicht gaat dat dan echt vertellen. Wanneer werd nou kristalhelder waarmee we nou te maken hebben? He, niet met een stichting, maar met een commerciële vennootschap met deze drie aanhouders. Mag ik nog een heel klein vraagje? Ja, zeker. Heel klein vraagje, ja. Eigenlijk naar aanleiding van wat Peter zei, hebben we niet gewoon te maken met een uitwas van marktwerking? De vrije ondernemer die in Nederland zijn gang kan gaan. Nou, maar ja. Er is geen marktwerking geweest hier eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is... Als hij dat open en bloot doet, dan is het marktwerking, ja. Maar waar het nu fout gaat, op het moment dat je listige kunstgrepen gaat gebruiken. Dus dat je eigenlijk dingen, de schijn en de wezen gaat verwarren. Dat is wat ik denk. En als je een CDA-jongen als Stuart van Lien voorrangspositie geeft, dat heeft niets met marktwerking te maken. Dus ik denk het niet, in die zin. Ja, niet dat ik daarvoor verstandig van ben. Nee, hartelijk dank. Oké, net was hier nog een vraag. Misschien, ja. Hier halverwege. Nee, dat was inderdaad de vraag die ik had. Is van, ja, ik hoorde enige aarzeling om het begrip corruptie toe te passen. Omdat daar ook, ja, het zou moeten gaan om bevriende politici. Maar Siewert was absoluut geen vreemde van Hugo de Jonge en Fopke Hoekstra en zo. Hij heeft meegeschreven aan het programma. Het is in feite een soort van wannabe CDA-corrivee met eigen politieke ambities. Dan mag je wel degelijk toch richting corruptie in ieder geval gaan kijken. Zeker. En als je dan inderdaad ziet van hoe amateuristisch eigenlijk op heel veel vlakken er gehandeld is vanuit de overheid, dan kan je inderdaad vragen van waarom... Het lijkt wel alsof er mensen hebben gehandeld met politieke belangen in plaats van belangen van de volksgezondheid. Maar bij corruptie is natuurlijk een containerbegrip. Hè? Dus daar valt, dat wat ik zei, daar valt vriendjespolitiek onder. En dat, nou ja, daar kan je wat van vinden en moreel misschien verwerpelijk, maar niet per se strafbaar. En dat gaat ook. Maar dat gaat bij corruptie gaat het wel om misbruik van macht voor persoonlijk gewin. Dus dan heb je weer in die context moet je dan gaan kijken van ja, welke misbruik van macht is er gemaakt en welk persoonlijk gewin is er geweest. En dan zou je daar kunnen komen. Ja, misschien is het dan in die context ook wel wekt het mij van vragen op waarom er niet eerder meer gewacht is gemaakt van die Siewert toen eenmaal bleek dat dat toch om eigen belang ging. Ik had heel erg het idee dat hem heel lang de hand boven het hoofd gehouden werd, omdat hij natuurlijk in zekere zin ook in staat zou zijn geweest om de echte CDA-top te impliceren in ja, maar goed, hey, ik heb niet eigenhandig. En hij heeft ook binnen hun, met z'n drieën, heeft Siewert meer gekregen dan die andere mannetjes. Waarom is dat? Ja, welke leverage had hij? Ja. Ja. Onze hypothese is dat Siewert nu ook alle klappen opvangt nu naar buiten komt. Dus die 4 miljoen extra, dat was dat hij nu al... ingecalculeerd. Ja, ze hebben een reputatierisico. Mag ik ook reageren? Ja, Elisabeth. Ja, wat me vaker toch in dit soort discussies ook wel teleurstelt, is dat wij eigenlijk kennelijk... wat we noemen corruptie, nog veel erger vinden dan onprofessionaliteit in bepaalde posities. En ik denk dat, los van de vraag, dat zullen we inderdaad later wel moeten meemaken, graag zelf, of we dan wel
sprake daarvan is geweest in juridische zin. Maar ik vind onprofessionaliteit ook wel iets heel zorgelijk. Zeker als je een bepaalde posities hebt. Want je kan ook een bepaalde posities weigeren. En bepaalde werken niet doen als je de capaciteiten niet voor hebt. Of de kennis. Nou, daarom zei ik net ook, een knullige overheid wil je toch ook niet? Ja, dit gaat wel echt een stap verder. Misschien op zijn vraag nog even terug te gaan. Kijk, dat hier een politiek motief was voor deze deal. Dat is echt wel aangetoond. Durf ik wel te zeggen. Die mondkapjes waren niet nodig. Het was inderdaad, hij was een criticaster van het kabinet en van zijn partijgenoot Hugo de Jonge. Hij had die connecties. Ja, dat heeft hier een rol gespeeld. Dus wij hebben geen enkele aanwijzing dat Hugo de Jonge daar zelf, wat je misschien inderdaad echt corrupt zou noemen, zelf vervolgens een deel in zijn zak heeft gestoken. Of dat smeergeld is betaald op een andere manier. Daar hebben we helemaal niks van gezien. Maar dat het een politieke transactie is geweest, is volstrekt duidelijk. En juist daarom is het gewin, in zekere zin, aan de kant van Hugo de Jonge, is het vermijden van die politieke consequenties. Dat kan je al in die categorie plaatsen, in zekere zin. Ook al is het gewin niet financieel, maar heeft hij er wel eigen belang bij gehad. Het grappige is wel, het mooie detail uit ons boek misschien, of een beetje tragisch, dat het de afspraak was ook van, oké, als jij dan die opdracht krijgt om die mondkapjes te leveren, dan moet je volgens wel wat minder kritisch zijn op de overheidsbeleid. Hè? Je gaat wel meedoen. Maar wat er vervolgens gebeurd is dat hij 3 weken later zat hij in Nieuwsuur in een uitzending. Toen was hij ineens heel mild. Ja, het is ook heel moeilijk om dat eenmaal in te kopen. Maar een week later zat hij bij Op1 en toen was hij heel kritisch. Dus voor die 100 miljoen hebben wij met z'n allen 3 weken een milde Siebert. Zijn hier 2 vragen vooraan ook, al een tijdje? Nou, kom, ja? Ja, ik had een vraag over... jullie zijn op een gegeven moment achtergekomen iets van een combatair vennootschap die ze dan opgericht hebben, zodat niemand erachter kon komen wie dat nou eigenlijk aandeelhouder was. Hoe zat dat? Nou, hoe we erachter zijn gekomen? Ja, hoe erachter gekomen nu dat het zat. Hoe dat het precies zat. Wat zo'n communitaire vennootschap is, bedoelt u? Ja, wanneer is die opgericht hebben en waarom? Die is opgericht in december, als ik het goed heb. Eind december 2021. 2021. Ja. En dat is niet zo'n gek tijdstip, want op een gegeven moment ga je natuurlijk de jaarrekening opmaken. En dan wordt duidelijk hoeveel dividend er overblijft. En dan moet dat geld natuurlijk uit de BV naar de persoonlijke vennootschappen van de heren worden uitgekeerd. En dan moet je een vehikel voor hebben. Nou, en dan kan je dus kiezen voor zo'n cv-constructie. En die kun je laten besturen door een stichting. En op die manier wordt nooit duidelijk dat jij dan daarachter zit. Want die stichting is dan de beherend vennoot, zoals het heet. Ja, en in de KVK-gegevens wordt er geen koppeling gelegd tussen een persoon en die stichting en die communitaire vennoot. Ja, en hier kwam weer diegene met dat tasje aan het hek, toch? Want, ja, exact. Dat was weer zo'n tasje aan zo'n hek. Weer zo'n tasje met de naam van die CV. Als je erachter wil komen, moet je dus de naam hebben van die vennootschap. Anders vind je hem die niet. Commanditaire van die CV. En die naam kreeg je. Dat is een hele gangbare constructie om vermogen niet te verbergen voor de fiscus of zo. Dat zo moet je het niet zien. Maar wel om vermogen om af te schermen van publieke ogen. Van, ja, precies. Je kunt het een beetje verborgen houden voor publieke zicht. Slim gedaan. Ja. Slim gedaan, ja. Slim gedaan. Ik heb, mijn naam is Jan Roeland. Ik heb 3 korte vragen. 1 per keer graag. Ja. Er zijn meerdere WOP-verzoeken van de media bij het ministerie van VWS ingebracht en nooit gehonoreerd. Zelfs een rechtelijk vonnis wordt genegeerd. Nu doet Financiën bij de Volkskrant wel die WOP-verzoeken honoreren. Komt dat misschien omdat minister Kaag, D66, daar haar zegen voor heeft gegeven in de hoop haar collega een pootje te lichten? Speelt dat een rol? En het tweede is... Nee, meneer, even 1 per keer. Is Kaag. Nee. Rolf van Kaag. Volgens mij heeft geprocedeerd hiervoor. Nee. Oké. Volgende vraagje. Ik heb het gevoel dat VWS deze zaak in de doofpot wil stoppen, want ze doen helemaal geen aangifte. De hele partij is afgekeurd. Als iemand mij een auto levert en hij voldoet niet, dan geef ik hem terug en dan wil ik mijn geld terug. Waarom doet het ministerie het niet totale geld terugvragen? Want de hele partij is afgekeurd. Die ligt in. De Peter knikt instemmend. Ja, ik ben het mee eens. Ja, oké. Okay. Nou ja, waarom dat het een doofpot is? Nee. Oh, waarom doen ze geen aangifte? Oh, aangifte. Ja. Nou ja, dat kan niet meer. Want ze hebben natuurlijk begin juni geroepen van... we wisten allemaal dat het een BV was en dat er dus commerciële motieven waren. Nee, maar ze kunnen natuurlijk wel... Omdat het meneer zegt, het zijn kwalitatief geen goede mondkapjes. En de certificaten voldoen. Maar dat is niet waar, want die grafeen is uiteindelijk gewoon goedgekeurd. Dus dat is gewoon niet waar.
Dan kom je er niet aan. Oké, en de derde vraag, mijn laatste vraag is... wij werkten ook voor een van de rijkste families in België. En die heeft in maart 2020 een hele grote mondkapjesfabriek laten bouwen. En die maakt zo'n 200 miljoen mondkapjes per jaar. En die kwamen in Nederland niet aan de bak bij het ministerie. Groothandels kochten daar mondkapjes in. En die verkochten ze voor het meer dan dubbele aan de overheid. Dus het hele ministerie, dat werkt voor geen kant. Dus dat ook even meegeven. Ja, dat was geen... Ja, dit wel... Oké. En is jullie boek niet te vroeg uitgebracht? Want juist die rol van de jongen... Nee. Sorry. Die microfoon moet nu weer ingeleverd worden. Ja, dat kan niet. Kijk, daarachter je rechts. Ja, daar komt een echte vraag. Oké, prima. Ik heb geen drie vragen, maar ik wilde... Peter, wij kennen elkaar. Ik ben Jurjen Erens. Ik ben afvakspecialist bij het Openbaar Ministerie. En ik had een vraagje, of een opmerking over die ontnemingszaak. Want het probleem met die kleine vis, zoals waar je het net over had, is als je alleen maar uitgaat van Randstad. En dat betekent dat je voor de berekening van het wederrecht verkregen voordeel, dan moet je een kostenbesparing gaan doen. Want ze hebben namelijk geen manschappen ingehuurd. En dan kom je eigenlijk maar tot een paar ton. En dan ga je dus niet al die miljoenen opnemen. En de enige manier om toch eigenlijk tot al die miljoenen te komen, wat dus iedereen wil en roept, is toch om die grote zaak zeg maar aan te pakken. En daar hoort eigenlijk ook die aangifte van VWS bij. Want daar dan kan je namelijk heel duidelijk een berekening maken die ontnomen kan worden. Maar die wordt dus niet gedaan, horen we hier. Er komt geen aangifte. Ja, dat is dus ook een beetje het probleem waarom wat ik tegen iedereen zeg maar in mijn omgeving... Ik ken de zaak zeg maar niet, ik ben er niet bij betrokken. Maar ik zeg het in mijn omgeving van, dit is heel, wij willen zeg maar ontnemen, hè, dat wil iedereen. Maar het probleem is met de aangiftes wat er nu ligt, is dat juridisch gewoon niet mogelijk. Want je moet een transactieberekening maken en die is gebaseerd op de strafbare feiten, zoals werd aangegeven. Dat klopt. En daar zit ik zelf, ja, dat vind ik zelf gewoon super vervelend. En ik dacht, misschien hebben jullie daar nog een gedachte over. Maar ja, als ik dan hoor dat het helemaal niet van plan is dat een aangifte komt, dan ben ik toch wel een beetje bang van wat er voor vermogen uiteindelijk terug gaat komen in de schatkist. Nou, dat was de reden dat ik dacht van, als je via een criminele organisatie zou aanvliegen, kan je wel degelijk het hele nadeel gaan berekenen over die, op de hele transactie. En heb je misschien die hele aangifte niet nodig. En kom je dan bij het hoe heet hier ook weer, de Plukse wetgeving? Nee, dat is toch weer anders. Oh, dat is weer anders. Jammer. Even kijken, hier vooraan. Oh ja, daarachter en dan eentje hier vooraan. Ja, ik heb ook een vraag voor Peter. Ik zag dat Siewert ook een nacht in de cel heeft doorgebracht. Twee nachten zie ik zelfs achter je. Maar is dat nou gebruikelijk voor dit soort dingen? Of zegt dat nog iets over de zaak? Moeten we daar wat in lezen? Of hoe zie jij dat? Nou, ja, ik moet een beetje uitkijken wat ik nu ga zeggen natuurlijk allemaal. Ja, dat is best wel gebruikelijk. Laat ik het zo zeggen. Je kan het uitleggen. Je moet natuurlijk, als je iemand gaat aanhouden, moet je goede reden hebben om aan te houden. En moet je goede reden hebben om een paar dagen vast te houden. Ik kan me voorstellen in een zaak als deze, dat je zegt van, nou, ik wil de verdachte minimaal 2 of 3 dagen ongestoord kunnen horen. Dus dan is het handig dat je hem in een cel hebt, zodat je hem gewoon kan bezoeken op het moment dat jij dat ook wil. Dus de eerste klap is vaak de daalde waard. Dus het is niet ongebruikelijk dat je een doorzoeking doet en daar aan koppelt dat je iemand aanhoudt. Maar nogthans, er moet voldoende reden zijn natuurlijk om een aanhouding te plegen. En er moeten voldoende feiten, omstandigheden zijn die dat goed maken. Ja. Maar het is niet ongebruikelijk. Maar is dan nu de officiële status dat hij voorlopig op vrije voeten is? Of wat is eigenlijk de... Hij is aangehouden, maar hij is gewoon weer in vrijheid gesteld in afwachting verder van het proces. Ja, en dan hebben we het proces dat Randstad de eerste geen stap in komt natuurlijk. Dan, er moet nu een zaak gemaakt worden en dan komt er wel of geen dagvaarding. Officier van justitie gaat beslissen op het dossier of er voldoende feitomstandigheden zijn, bewijsmiddelen zijn die de delicten onderbouwen. Naar aanleiding van de aangifte van Randstad. Dat hoeft dus niet. De Randstad kan dus zeg maar de aanleiding zijn om de zaak te starten. Ja. Maar als je de zaak start, kan je natuurlijk ook tegen een heleboel andere dingen nog aanlopen. Oké, okay, want dat suggereerde jij helemaal in het begin van er zouden nog allerlei andere zaken kunnen komen. Of dat zei jij toch? Nou, we hebben het gehad over verschillende onderzoeken, maar ook niet strafrechtelijke zaken natuurlijk. Hè? Maar strafrechtelijk gezien, ja, we zijn nog heel benieuwd hoe dat gegaan is met de financiële handel en wandel tussen de stichting en de vennootschap, de commerciële BV. Daar zie je dan wel wat aanwijzingen. Dus het zou... Er zijn aanwijzingen dat er ook geld onttrokken is aan die stichting. Maar je moet wel ook helder zijn. Die man is verdachte, niet meer dan dat op dit moment. Hè. Er loopt onderzoek en de rechter moet uiteindelijk beoordelen of er voldoende bewijs is om tot een veroordeling te komen. En dan pas is hij natuurlijk ook veroordeeld. Ja. Moet daar ook wel een beetje zuiver in zijn, vind ik.
Maar over we kunnen het allemaal nog moreel zo onjuist vinden. Maar nee, heel goed dat je dat weer even onderstreept. Nou, ik vond wel over, over dat de belang nee, ik meen serieus. Van aangifte door VWS is nog wel. Hè. Als je dus een partij die aangifte doet, hè, Randstad dat nou gedaan heeft. Ja, die hopen natuurlijk dat mensen zoals Peter de onderste steen boven gaan halen. Nou, met het verhaal dat wij hier hebben geschetst over hoe VWS hierin zat. Ja, die hebben geen enkel motief dat hier natuurlijk alles helemaal tot op de bodem uitgeploot. Nee, want alles wat naar buiten komt over ze is niet fraai. Nee, maar ik heb alle vertrouwen in, zeg maar, in een onafhankelijke field die onderzoek doet. En die zullen gegarandeerd willen proberen om deze zaak compleet echt op de radar te krijgen. En op een meest efficiënte manier. Ook zonder aangifte bedoel jij? Dat zou het, in mijn ogen is dat theoretisch nieuw onderzoekswaardig. Kijk, of er komt dus een tweede. Wat ik zo jammer vind is toch dat, want laten we erover eerlijk zijn, we hebben nu in negatieve termen gesproken over de overheid die niet aanbesteden, et cetera, maar het gaat vaak ook echt goed. En er zijn ook goede ministeries, er zijn goede overheden die gewoon hun werk goed kunnen doen. En dit brengt alles in een hele verkeerde licht. Dus ik vraag me af, wat is de volgende stap? Komt er een parlementaire enquêtecommissie? Ja, nou dat... Okay, dat... Die komt. En wat nou ja, dan? Zeer waarschijnlijk. Hè? Dat is... Ja, en dan denk ik, maar ook politiek gezien. En dat is geen juridische vraag uiteraard. Dat is ook een vraag aan jullie. Politiek gezien, wat gaat er gebeuren met de mensen die zo lang... Meestal blijven mensen in Nederland gewoon zitten. Hè? Ja, dat is me ook opgevallen. Ja, maar dat is het. En dat vinden we dan allemaal heel erg, maar het gebeurt wel. Ik begrijp dat ook nog steeds niet. Ik wil nog één ding op zeggen, want kijk, het strafrecht is wel het ultimum remedium. Het is het allerlaatste middel wat je inzet, zeg maar, als er dingen heel erg misgaan. En daarvoor hebben we natuurlijk een heel arsenaal nog, een andere middelen. Je moet niet alleen maar naar de overheid, in dit geval de FIOD of de OM, kijken om deze casus of de problematiek op te lossen. Dat is een deel van de problematiek. Maar het totale plaatje, denk ik, ja, dan ben ik het mee eens, dan zou je toch wat breder moeten kijken en naar andere consequenties. Laten we niet vergeten dat Deloitte natuurlijk onderzoek doet nu naar de mondkapjesdeal. Maar dat is deel 1 van hun onderzoek. Ze gaan naar het gehele inkoop van beschermingsmiddelen kijken. Nou, precies. Maar dat... Op een forensische manier. Dus daar gaat een ongelooflijk dik rapport straks komen over hoe dat gegaan is met de 5 miljard van Hugo de Jonge. Dus je moet ook kijken naar de andere middelen en gereedschappen die gebruikt kunnen worden om dit soort dingen bloot te leggen. Ja. En dat zal natuurlijk echt grondstof zijn, ook voor zo'n parlementaire enquête. Die is daar een vraag helemaal achterin. Ik zie alleen maar een hand. Ja, het gaat steeds over die inkoop van die middelen. Volgens mij was dat voor de crisis gewoon niet georganiseerd. Waren het gewoon normaal de ziekenhuizen en de instellingen die dat zelf deden. En er is zo'n LCH opgetuigd. Ja, dan is het niet gek natuurlijk dat daar geen expertise is en dat daar niet de aanbestedingsregels en al die wet en regelgeving gevolgd wordt. Dat is ook, denk ik, een onderdeel van de crisis waarin gewerkt wordt. En dat is dan misschien wat we ervan moeten leren en dat misschien anders organiseren. Maar een van de grote problemen was volgens mij in de middelen en in ook het organiseren van testen en al dat soort dingen, dat heel veel dingen decentraal waren georganiseerd en dat in één keer de ministeries de verantwoordelijkheid kregen om dat soort dingen allemaal te gaan organiseren. Ja, dus we moeten eigenlijk wat milder zijn, Elisabetta. Maar met alle respect, ik zie dat heel anders. Nu even over het landelijke consortium hulpmiddelen. Daar zit dan juist echte deskundigen in. He, dat ze hebben een website, dat kan je zien, wie zat erin, wat doen die mensen. Er zaten mensen in die een hele deskundige loopbaan hebben gehad bij inkopen. Maar vooral, en dat is het punt, Nederland heeft, het ministerie hebben een rijksinkoop. En een rijksinkoop moet natuurlijk ook al die kennis delen tussen alle ministeries. Dus dat geldt absoluut niet als een excuus. En een ministerie moet in staat zijn, ook in dit soort situaties, dan als het gaat toevallig dan om iets anders, dan ook wel dat goed zelf in te kopen of te laten inkopen. Je kan inkopen met een aankoopcentrale. Er zijn allerlei. En de wetten voorziet in al die mogelijkheden. Ja, maar wat jullie ook wel beschrijven, dacht ik, is dat bij dat LCH mensen inderdaad wel ervaren mensen. Maar eerst was het inderdaad wel gedecentraliseerd, toch? De een deed dit en de ander deed dat. Ja, er was natuurlijk niks. Hè. Die constatering is wel terecht. Er waren ook ineens 1000 keer meer mondkapjes nodig dan ziekenhuizen. Normaal gesproken waren die alleen maar in de operatiekamers nodig, bij zo'n spreken. En nu hadden ze in één keer, hadden we miljoenen mondkapjes per week nodig. Maar maakt jou dat ook enigszins mild?
Mild? Weet ik eigenlijk niet. Het probleem was dat ze niet te vinden waren. Nee, want je koopt het natuurlijk op dezelfde manier. Alleen de omvang verandert. En natuurlijk als een hele grote mild, omvang Wat het LCA vervolgens gedaan heeft, dat is een enorm succes geworden. Dat hebben ze eigenlijk te weinig van de daken geschreeuwd. Ja. Dat het begon als, dat hebben we ook in het boek, het begon als een chaos, als een kippenhok werd het dan tegen ons omschreven. Maar daar werden inderdaad alle experts van ziekenhuizen, van grote zorgbedrijven en zo, die daar voor een groot gedeelte ook echt om niet. Dus daar ging echt veel goed. Ja. En dat hebben gedaan. En je kunt achteraf vragen stellen bij, want dat LCH was strikt genomen geen juridische entiteit. Wat het ook weer lastig maakte. Dus alle facturen gingen dan via een van die zorgbedrijven, van die leveranciersbedrijven, Mediek. Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed. Alleen daar is dus nooit naar buiten toe gecommuniceerd van, we zijn dat tekort eigenlijk na een paar moeilijke aanloopweken heel snel aan het oplossen. Ja, omdat er een angst was, want het hele land riep om meer mondkapjes. Tweede Kamer riep om meer mondkapjes, dus dat, het ministerie. Hier, dat is ook zo opmerkelijk, dat zeiden jullie al eerder, ik weet even niet waar. Dit was het moment voor Hugo de Jonge geweest om te zeggen, jongens, stop de persen, we hebben meer dan genoeg mondkapjes, wij hebben dit met elkaar geregeld, dan hadden we... Dan... Ja, maar een groot deel, want er waren op dat moment 75 miljoen mondkapjes besteld. Nou, daar kun je een heel eind mee vooruit. Half april, daar hadden ze 2020. Met volgens de berekeningen van het LCH 20 weken lang, als die coronagolf zo hoog bleef als op dat moment, bijna een half jaar dus mee vooruit gekund. Ze konden altijd bijbestellen, want ze hebben er met allemaal fabrieken afspraken gemaakt. Maar waarom heeft hij dat niet gedaan, denk je? Want dat was heel goed nieuws. Je wilt toch als minister dan goed nieuws brengen? Uit angst dat het groot gedeelte van die 75 miljoen was nog niet in Nederland. Het was onderweg. Het was wel in Nederland, maar het moest nog gedistribueerd worden. Heel fijn maken door het hele land heen. Er was een angst dat dat toch niet genoeg zou zijn. En dat ze nog een keer dat tekort zouden krijgen. En dat er nog een keer daardoor mensen dood zouden gaan in de verpleeghuizen. Dus door die angst is dat eigenlijk te voorzichtig geweest. En is men daar niet naar buiten toe... Heeft men het gezien. Dus angst speelt een hele grote rol. Angst ik wil voor me daar niet aan bijen in sluiten. Want, althans, ik heb daar geen onderzoek naar verricht. Ik weet niet of hij angst gevoeld heeft of angst gedacht heeft. Dat zijn misschien speculaties. Ik weet niet in hoeverre we kunnen vaststellen dat dat echt de redenen waren om tot dit soort handelen te komen. Nee, het ministerie zelf wilde ook niet dat soort vragen van ons beantwoorden. Maar dat is het beeld natuurlijk. Wij hebben daar verder... Voilà, maar dat is het beeld dat gecreëerd wordt. Daar kregen we dat beeld wel, ja. Waar ik me meer zorgen over maak. Het kan kennelijk dat dan dit soort berichten in de media... of dat iemand zo'n gedrag vertoont in het openbaar... dat zo'n invloed kan hebben. En ik vind het redelijk gezegd. Gedrag van Linde bedoel je nu? Ja, van hem of van anderen, wat er geroepen worden. Dat is iets waar we zouden ook over moeten spreken in onze samenleving. Nou, dat beeld van dat enorme tekort, dat was dus op een gegeven moment ten onrechte. Van een treurigheid. Van Linde heeft daar gigantisch van geprofiteerd. Ja. Hij speelde daarop in en dat was natuurlijk... we hebben het over dat besturen op basis van de publieke opinie gehad. Dat was hier bij uitstek het geval natuurlijk. Heel het land had hierdoor, of het angst voor kwam of iets anders, laten we even midden... had het idee van er is nog te weinig en dat kost gewoon mensenlevens... En hij sloeg daarover de hele tijd op de trom, via Twitter met name, door te roepen van er is te weinig en ik kan het in 2 dagen oplossen. Dat soort tweets stuurde hij dan. Het was ook een beetje talkshow terreur, hè? Ja. Ja. Net zoals hier eigenlijk. Ja, net zoals hier. We moeten er ook mee stoppen, mensen. We hebben nog 2 minuten, dus er is plek voor een laatste vraag. Jij wijst... even kijken, hier vooraan, ik zie wel niet. Ik zie hand... Ja. Al een uurtje. Half uur. Half uur dan. Hadden we vanavond niet iets beters in ons leven kunnen doen dan een boek en de hele bende als Siewert? Nee, natuurlijk niet. Aansluitend op wat ze net keurig zegt van het gedrag. Ik heb niks tegen ondernemen, we hebben niks tegen geld verdienen, maar het gaat om de misleiding... Het publiek geld. Het gaat om miljoenen. Het gaat niet om, ik heb uren hieraan gespendeerd. Die uren wil ik vergoed zien. En daarmee kan ik mijn eigen hypotheek betalen. En boodschappen een hele bende. Daar is niet zoveel mis mee. Alleen, het gaat om de opgeblazen verhalen. Het gaat om miljoenen. Dat die Siewert thuis komt, in de spiegel kijkt. En zegt, ja, maar dit klopt niet. Ik maak dit zelf over terug naar de staat waar ik gewoon te veel aan heb doorberekend. En hadden we dat boek niet hoeven schrijven, had het zijn eigen vragen al naar de tering nu. Nog een vraag? Het gezond verstand. Maar wat is de vraag? Had het gezond verstand van Siewert niet moeten zeggen op de volgende dag? Zeker, maar stuur hem een mailtje. Ja. Nee, ja, maar goed. Nu,
Nee. Ja. Is er een echte laatste vraag? Ik vind het fantastisch. Ik vind prachtig die monologen natuurlijk. Kijk, daar is de laatste vraag. Ja, we hebben gezien, sowieso dankjewel voor jullie werk. We hebben gezien dat Seward en zijn kornuiten zich de hele tijd verschuilen achter dat Deloitte-onderzoek. Hebben jullie er vertrouwen in dat, dat die mensen goed werk aan het doen zijn? Ik wel. Ja, nee, ik denk dat die zich niet kunnen permitteren om met half werk te komen. Of met zoals PwC laatst is natuurlijk enorm slecht nieuws gekomen bij een onderzoek naar de Belastingdienst. Dat was een doofpot, hè, met een zeker memo palm heette dat, rondom die kinderopvangtoeslag. Toen kwam een onderzoek van PwC naar hoe het kwam dat er daar een doofpot was rondom die memo. En toen bleek alleen zelf dat het rapport zelf ook een doofpot was. Nou, dat kan het Deloitte zich echt niet permitteren met deze publieke ogen er nu op, denk ik. Oké, dat lijken me mooie laatste woorden. Dank voor jullie aanwezigheid hier. Leuk om weer zo'n volle zaal te zien. Ja, kijk eens even. Hier is het boek en dat is te koop. Dat hebben jullie misschien beneden ook al gezien. Daar staan jullie straks ook, hè, om handtekeningen uit te delen, toch? Bedankt en tot ziens. En jullie ook heel erg bedankt. APPLAUS